deze nieuwe video. Nou, je hebt al in de titel kunnen lezen. We gaan vandaag weer opruimen. Ik ben namelijk weer toe aan het opruimen van mijn make-up stash. Dat doe ik tegenwoordig 1 à 2 keer per jaar. En volgens mij was die andere nu half jaar geleden ongeveer. Ik heb in de tussentijd best wel weer aardig wat gekocht. Ik ben onder andere best wel losgegaan met lipproducten de afgelopen tijd. En ik ben echt wel weer even aan toe om weer even dingetjes op te ruimen. Ik streef er ook eigenlijk naar om niet meer zoveel items in mijn collectie te hebben waarvan ik denk, die ga ik nog wel een keer gebruiken. Ik wil echt wel alleen nog maar producten in mijn stash die ik ook echt ga gebruiken. Dus dat is een grote uitdaging voor een make-up lover. Dus als je benieuwd bent wat daarvan overblijft en ja, gewoon zin hebt in even een heerlijke opgeruimd video, dan moet je zeker even blijven kijken. Voordat ik ga beginnen heb ik nog een leuk idee. Want ja, in mijn vriendenkring, op mijn werk, in de familie word ik ook wel het wandelende adviesbureau genoemd. Want ja, op het gebied van make-up, haar, nagels, noem het maar op, weet ik natuurlijk wel heel veel. Ik vind het ook heel erg leuk om verschillende dingen te proberen. Heb ik natuurlijk ook heel veel geprobeerd. En krijg ik dus ook regelmatig vragen of adviezen om te geven. Wat zou eventueel een goede haarkleur zijn bij mij? Welke foundation is het allermooiste? Welke nagellak is het fijnst? Welke shampoo moet ik echt proberen? Dus ik zit eraan te denken om daar een soort van serie mee te gaan maken. Waarin jullie advies aan mij vragen. En dat mag dus zijn make-up, dat mag zijn haar, dat mag ook lifestyle dingetjes zijn. Eigenlijk alles wat je me wil vragen, dat mag. En hopelijk ook daarin jullie te kunnen helpen. Want ik vind het heel erg leuk om te doen. En voor jullie is het natuurlijk leuk om nieuwe dingen te kunnen gaan proberen. Dus ja, mijn verzoek daarin is, hoe gaan we deze serie noemen? Ik heb er namelijk heel lang over nagedacht. En ik vind het best wel een struggle om een goede naam te verzinnen. Zo zijn de kopen en laten lopen en de toppers en floppers in één keer in mijn hoofd opgedoken. Maar hier ben ik al wel een tijdje over aan het nadenken en kom ik maar niet op een leuke naam. En laat ik nou best wel hele creatieve kijkers hebben. Dus ik wil eigenlijk aan jullie vragen om met mij mee te denken en suggesties achter te laten in de reacties. Wat is een leuke naam voor deze serie? Want zodra de naam natuurlijk bekend is, gaan we gewoon lekker starten met die serie. Dus ik hoop dat jullie me daarmee willen helpen en ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Dus ja, dat in ieder geval even vooraf. Dan gaan we nu gewoon lekker verder met het opruimen. Oké, daar gaan we dan. Dit zijn allereerst al mijn lipsticks. En dit zijn dus de lipsticks die niet in mijn everyday bakje zitten. Nou, dit is de laatste tijd best wel gegroeid. En voornamelijk de Pat McGrath lipsticks zijn hier natuurlijk aan toegevoegd. Voor de rest is het niet zo heel erg veel voller als eerst. Ik besef me wel dat er ook heel veel lipsticks tussen zitten die ik dus afgelopen tijd niet meer heb gebruikt. Ik heb sowieso wel vaker gewoon deze la opengetrokken en hier wat uitgepakt. Maar nog niet vaak genoeg als wat ik zou willen. Dus ik ga echt dit keer wat strenger zijn om te kijken van hey, welke ga ik dan ook nog echt wel gebruiken en welke niet. Ik ga gewoon random beginnen. Ik zie hier in ieder geval de House Labs lipsticks. Ik heb natuurlijk laatst eentje bijgekocht en ik had er al 2. Ja, dus inmiddels heb ik er 5 waarvan dit een cadeautje was. Dus die felroze kleur heb ik zelf niet gekocht, maar vind ik wel handig om in mijn stash te hebben. Dus die houd ik sowieso. En voor de rest vind ik dit wel gewoon een prettige lipsticks om te gebruiken. Ik vind ze ook mooi. Die rode is trouwens ook echt ideaal om als basis te gebruiken onder een wat meer liquidachtige rode kleur. Ik vond alleen deze kleur die ik laatst kocht, dat is, even kijken, Power Move. Die was iets rozer naar wat ik eigenlijk wilde. Maar ja, is niet per se dat ik die dan niet mooi vind. Dus die kan ik dan wel weer bij een andere look gebruiken. Dus de lipsticks van House Laboratories, die ga ik in ieder geval bewaren. Even kijken, dan ga ik eens even al mijn pet lipsticks eruit halen, want dat zijn er inmiddels best wel veel. Oké, dit wordt echt wel een aardig handje zo. Even kijken, ik weet niet of het allemaal in één hand gaat passen. Nou, we zijn dan een aardig end. En hier weer ook nog de liquid uit de Divine Rose 2 collectie. Eigenlijk zijn dit sowieso lipsticks die ik allemaal ga bewaren. Ik heb hier Divine Rose. Die komt uit de Divine Rose 2 collectie. Ik heb de kleur Venus in First. Daar ben ik de laatste tijd ook wat meer into in. Als ik hem een iets rozer lippotlood geef, is hij namelijk al een stuk meer neutraal. Dan heb ik hier Donatella. Ook een hele gave nude kleur. Soms wel wat minder mijn ding, maar ja, ik vind het gewoon wel hele fijne lipsticks. Dit is ook nog eens een prachtige kleur. Dit is een Faithful. Dus als ik een iets ja, meer donkerder lipkleurtje wil, vind ik dit een hele mooie kleur. En nog steeds mijn persoonlijke favoriet, Realness. En dan heb ik hier ook nog de Blitztrend lipstick in de kleur Full Fantasy. Ja, dit blijft ook gewoon echt een waanzinnige toffe lipstick. Ik ben niet zo into die glitterlippen, maar dit is wel een wat zachtere, subtieler glittertje. En echt wel heel mooi. En deze moet ik natuurlijk ook laatst laten zien in de favoriete lipproducten. Dit is de Lip Fetish in de kleur Flash 3. Ook echt heel erg mooi.
De enige die ik wat minder gebruikt heb, dat is de liquid. Maar ja, weet je, die heb ik ook nog niet zo erg lang. Dus ik denk dat ik die ook gewoon wat meer kans moet geven daarin. Dus dan ga ik in ieder geval ervoor kiezen om wel alle pet lipsticks gewoon te bewaren. Dan ga ik nu eens even alle Charlotte Tilbury eruit vissen. Want daar heb ik er ook wel aardig wat van in zitten. Ik geloof dat ik ze hier zo wel een beetje heb. Dit zijn in ieder geval alle hot lips die ik heb. En dit zijn de, dit is een Matte Trends lipstick in Walk of Shame. Die heb ik van mijn moeder overgenomen. En dan hebben we hier nog de kleur Sweet Blossom. Ik ga ze gewoon allemaal even stuk voor stuk langs. Ik weet, deze verpakking is zo erg beschadigd. Wat zonde. Dit is zo'n mooie lipstick. En ook een hele gave verpakking. Deze is geïnspireerd op J.K. Rowling. En dit is GK Magic. Ja, dit was echt, dat zie je ook wel, een hele lange tijd mijn favoriete nude lipstick. En dat heeft een reden gehad. Dus dat ga ik natuurlijk ja, toch het liefste gewoon zo voortzetten. Misschien moet ik hem gewoon weer vaker gebruiken. Dan is dit volgens mij Glowing Gen. Ja. Mooie tijgerhuls. Ook deze heb ik best wel veel gebruikt, maar nu eigenlijk niet meer. En ja, ik vind Charlotte toch echt wel een van de fijnste lipsticks. Naast Pat vind ik Charlotte toch wel een van de fijnste lipsticks hebben. Dus ja, ik wil ze ook niet zomaar wegdoen. Dit is wel een kleur waarvan ik zou denken is misschien iets te roze. Heb ik ook wat minder gebruikt. Maar de laatste tijd ben ik juist wel weer into die rozere lipkleurtjes. Dit is Amazing Emerald. Dit was volgens mij ook een van mijn eerdere kleuren. Ja, dit zou dan misschien een kleur zijn. Ik ga hem wel even zwartje die ik misschien zou wegdoen. Oh, ik vind dit echt heel lastig. Want ik vind hem ook best wel mooi eigenlijk. Hij heeft toch wel iets waarvan ik denk, ja, wil ik niet per se wegdoen. Volgens mij is dit trouwens wel een matte formule. En die andere zijn allemaal kissing. Dan hebben we nog Angel Alessandra met die gave panter op de verpakking. Die is eigenlijk iets te, ja, oranje naar mijn smaak. Oh, ik twijfel echt zo, want ik vind dit zo'n mooie verpakking. Maar ik draag echt nooit van dat soort oranje lipsticks. Sorry, maar omdat het Charlotte Tilbury is, kan ik hem gewoon niet wegdoen. En dan hebben we hier als laatste nog In Love with Olivia. En die is ook echt super mooi. Dus nee, ik probeer elke keer om ze weg te doen. Maar ik vind ze gewoon te mooi. Dus ik ga ook niks wegdoen en er later spijt van hebben. Ik doe dan liever dingen weg waarvan ik weet dat ik ze ook gewoon niet meer ga gebruiken. Dan heb ik hier dus die Walk of No Shame. Die wil ik nog even swatchen. Nou, dit is dus echt zo'n, ja, matte trends lipstick. Deze matcht wel heel erg mooi met het oogpotlood in Walk of No Shame. Dus ik ga hem toch niet wegdoen. Maar ik denk wel dat ik echt de komende tijd deze wel een keertje moet gaan gebruiken. Anders ga ik het alsnog een keer doen. En dan hebben we natuurlijk nog de Sweet Blossom. Dit is wel echt een ja, hele mooie kleur. Alleen in de video waar ik hem heb opgedaan, kwam die niet helemaal tot z'n recht door de ooglook. Ik heb hem daarna helaas ook niet zoveel meer gebruikt. Maar ik heb deze kleur natuurlijk nog niet zo heel lang. Dus ik wil hem alsnog wel even een kans geven. En ik denk dat hij gewoon bij bepaalde looks, ja, mooier is dan bij andere looks. Dan ga ik nu toch echt wel even wat kritischer zijn. Want ik heb nog helemaal niks weggedaan van wat hier tussen ligt. Ik heb de bak met de items die ik niet ga houden hier onder mijn bureau even naast me neergezet. Dus die ga ik daarin doen. Ik heb in ieder geval hier mijn Demi Matte Liquid Lipsticks van Huda. En ook al ben ik dus niet zo erg van de liquids meer, vind ik dit wel echt gewoon de fijnste liquids. Dus die wil ik wel houden. Dan ga ik eens even kijken naar dingen die ik niet meer ga houden. Ik heb hier nog een lipstick van Aveda in zitten. Die is eigenlijk gewoon bijna niet gebruikt. En ja, Aveda is natuurlijk op natuurbasis. Dus ik ben eigenlijk stiekem bang dat deze niet helemaal goed meer is. Hij ruikt op zich nog wel prima. Volgens mij lijkt die nieuwe van House Laboratories hier best wel op. Ja, deze is iets rozer. Hij is nog prima, dus ik ga hem toch gewoon houden. Oh, dit is echt zo erg. Ik heb echt moeite altijd met lipproducten weggooien, maar dat valt vast niet op. Dan ga ik deze nu wel wegdoen. Dit is Lolita van Kat Von D. Ja, ik ben natuurlijk niet echt heel erg fan meer van het merk. En zo'n bijzondere lipstick vind ik het inmiddels ook niet meer. Hier nog een MAC lipstick. Dit is New York Apple. Nou, dit was mijn allereerste MAC lipstick, dus deze heb ik echt al super lang. En hier ga ik nu toch echt wel afscheid van nemen, want na zoveel jaar durf ik dit überhaupt niet meer te gebruiken. En het was niet echt mijn bedoeling om hier een soort van museum van te gaan maken. Dus met pijn in mijn hart ga ik deze weg doen. Ik zie hier nog een hele schattige mini lipstick van Marc Jacobs. En volgens mij is dit de kleur Slow Burn. Ja, volgens mij had ik hier toen een liquid lipstick van. En dit soort lipsticks vind ik dus echt ideaal om mee te nemen in mijn tas, in mijn make-up tasje. Dus die ga ik daar naartoe doen. Dan heb ik hier nog mijn famous Yves Saint Laurent lipstick. Deze heb ik natuurlijk ooit een keer gekregen van mijn vriendinnetje Cynthia. Prachtige kleur. En omdat deze kleur niet meer te koop is, heb ik toen de tester ergens weten te scoren. Dit is nog een hele nieuwe. En zolang deze niet op is, houd ik dit gewoon zo. Dus die bewaar ik ook. Dan heb ik hier een potloodje van Honest Beauty. Maar deze kleur lijkt best wel heel erg op die Pat McGrath Lip Balm. Dus deze ga ik aan een vriendinnetje geven. Dan heb ik hier nog die Jelly Lipstick van Marc Jacobs. Ik ben even kwijt hoe deze ook weer heet. Oh ja, dit is Mocha Chocolate.
En ja, ik draag dit eigenlijk niet zo vaak nu. Maar dit is natuurlijk wel eigenlijk weer helemaal in die creamy lipsticks. Dus misschien moet ik deze gewoon weer wat vaker gebruiken. Ik vind de verpakking wel echt een beetje vies geworden. Dus dat ga ik even schoonmaken. Deze verpakking doet me echt denken aan die van Charlotte Tilbury. Want dit is ook zo'n klik lipstick. Dan heb ik hier nog een lipstick van Estée Lauder. En die lijkt ook best wel een beetje op die van Aveda. Ik zou zeggen dat deze ietsje rozer is. Maar deze heb ik wel weer al wat langer. Dus ik ga wel even aan deze ruiken. Nou, ik heb deze echt al een hele lange tijd. Dus deze ga ik toch wegdoen. En hier heb ik ook nog zo'n hele felle kleur. Maar deze is van Fenty. Die heb ik ooit een keer in een setje gekregen. Maar die is denk ik wel weer wat anders van kleur. Ja, die is echt meer een beetje roodroze. Ja, weet je, het zijn niet kleuren die ik vaak draag. Maar ik heb ze voor de rest niet in mijn stash. Want het zijn allemaal een beetje dit soort kleuren. Dus ja, het is wel makkelijk. Dan heb ik hier ook nog een lipstick van Sephora. Dit is de hashtag Lip Stories. En dan de kleur Spring Break. Dit is echt helemaal geen verkeerde lipstick. Alleen ik draag hem echt nooit. Misschien moet ik dat gewoon weer wat vaker doen. Oh, hier heb ik er ook nog eentje van Makeup Revolution en Sove. Ja, ik heb deze echt amper gebruikt gewoon. Dus ik ga deze weggeven. Van dit setje ga ik ook afscheid nemen. Want ik heb hem volgens mij nu één keer gebruikt. En daarna ja, eigenlijk nooit meer. Hier zit een liquid lipstick in. Een Ultra Satin Lip van Colourpop. En een lippotlood. En ook al ben ik fan van Macy JC Beauty. Ik ga er toch afscheid van nemen. Want ik gebruik hem gewoon niet. En dan heb ik liever dat ik hem aan iemand geef die er wel heel veel gebruik van kan maken. Dus deze ga ik wegdoen. Deze lipstick van Lime Crime ga ik ook wegdoen. Dit is de kleur Bomber. En ja, het is gewoon een toffe lipstick, gave verpakking, maar ook dit is iets waar ik nooit meer naar grijp, dus die doe ik ook weg. Dan heb ik hier nog een liquid lipstick van Patrick Ta. Die moet ik even swatchen, want ik weet heel even niet meer wat hier ook weer de kleur van was ongeveer. Nou, die was ook wel een beetje peachy-achtig, maar ja, op zich niets verkeerd, dus die wil ik wel gewoon houden. Dan heb ik hier twee inzitten van Estée Lauder en ik weet nou niet of dat dit dezelfde kleur was. Oh, damn, dit is echt gewoon sinds dezelfde kleur. Ja, eentje heb ik volgens mij zelf gekocht. En die andere is nog van mijn moeder. En die heeft deze volgens mij aan mij gegeven. Nou, deze ziet er in ieder geval alweer wat nieuwer uit. En aangezien dit dezelfde kleur is, ga ik deze dan wegdoen. Heb ik hier ook nog een lipstick van Fenty. En dit is de kleur Spanked. Dit is die... Dit is de Mademoiselle lipstick. Oh, damn, die zit helemaal los in de verpakking. Oké. Nou, dit is niet handig zo. Nee, sorry. Ik ga deze weggooien. Want zo'n losse lipstick in de verpakking, dat ga ik toch heel irritant vinden steeds. Daar begin ik niet meer aan. Dan heb ik hier nog een liquid lipstick van Rare Beauty. Deze was echt van mijn moeder, maar die was er niet zo heel erg van onder de indruk. Ja, dit is niet mijn kleur. Ik heb hem uiteindelijk overgenomen, maar ja, ik heb hem gewoon nog in één keer gebruikt. Dus ik denk dat ik deze beter zou verkopen aan iemand die wel into dit soort kleuren is. Dan heb ik hier nog een liquid lipstick van Giorgio Armani. En dit is de kleur 500. Dit is zo'n Lip Maestro. Ik vind het hele fijne lipsticks, vooral die rode kleur. Dat is deze, vind ik echt heel erg mooi. Maar ja, deze kleur heb ik eigenlijk bijna nooit op, joh. En volgens mij is dat gewoon best wel zonde, want het is best wel een mooie lipstick. Dus ja, gewoon vaker opdoen, Char. Die rode, daar hoef ik niet eens over na te denken. Zat niet voor niks in de favoriete lipproducten video. Dan heb ik hier nog Yves Saint Laurent. En volgens mij heb ik deze ook nog best wel vrij nieuw. Dus die ga ik ook houden. Ik wil wel even een kleurtje zwartje nog. Ja, mooie kleur. Dit is 8. Ik heb hier ook nog twee lipsticks van Natasha Denona. Dit is de kleur, even spieken, Amarosa. Dat is die nieuwere lipstick. Gewoon een mooie, wat donkerdere nude kleur. Ja, het is niet helemaal mijn favoriet, maar ik vind het wel gewoon een mooie lipstick. En als ik wel een keer zo'n koelere lipstick wil, dan is dit wel een toffe. En bij deze ga ik denk ik even het doosje eraf halen. Dit is de kleur, even spieken, Allison. Maar deze is dus gebroken. En hetzelfde als met Fenty. Ja, het is misschien heel zonde, maar ik ga hem toch weggooien. Want ja, dit kan ik gewoon niet meer repareren. Daar heb ik al een poging toe gedaan en deze is gewoon echt afgebroken. Dan heb ik hier ook nog mijn Fenta Sticks van Linda Halber Cosmetics. Ik heb nog Amatrine, Goldstone en Famous. Super fijne lipsticks, ook mooi als blush. Die ga ik ook gewoon bewaren. Dan heb ik hier nog mijn lipstick van Lisa Eldridge. En dit is de kleur Velvet Muse. Ja, dit blijft ook gewoon een hele gave kleur. Beetje, ja, een beetje Pat McGrath vibes wel qua formule. En dan heb ik hier nog drie lipsticks van Colourpop. Die Mulan lipstick die wil ik sowieso bewaren, want ik vind dit echt gewoon een mooie kleur. Ik denk wel dat ik het doosje ga wegdoen. Ik ben echt steeds meer van doosjes wegdoen, want ja, deze lipstick is ook gewoon mooi zonder doosje. Dan hebben we hier nog de Disney Villains en dit is een Dr. Facilier. Ook hier ga ik het doosje van wegdoen. Even kijken. Ja, dit is ook nog steeds een hele mooie lipstick, maar ik vergeet ze gewoon. En dat, soms ligt dat ook aan de doosjes. En dan hebben we nog Ariel, Disney Prinses.
Ja, hier vind ik de verpakking en het doosje wel echt heel verschillend. Dus dan vind ik het jammer als ik het doosje zou wegdoen. Ik ga deze heel even zwartje opnieuw. Ja, op zich vind ik het wel een mooie kleur. Ik ga dit doosje dus wel bewaren. Dan heb ik hier nog de Velvet Lipstick van Givenchy. Dit is 10 Nude Beige. Ja, dat is nog steeds een hele gave kleur. Echt, mijn hele hand zit inmiddels al vol. Ja, weet je, het is gewoon met zoveel lipsticks vergeet je gewoon wat je hebt af en toe. Pure Color Envy Rebelicious Rose. Die heb ik volgens mij ook van mijn moeder. Hé, is dit niet ook dezelfde kleur als deze? Dit is serieus dezelfde lipstick. Oh my god. Alleen deze heeft een andere verpakking. En deze is serieus echt nog 1 keer gebruikt. Oké, nou die ga ik dan weggeven. Want ja, ik hoef niet 3 keer dezelfde lipstick. Ik heb zo'n vermoeden dat dit dan een cadeautje was of zo bij een actie van Estée Lauder. En daardoor hebben we er wat meerdere waarschijnlijk. Maar mijn moeder en ik zijn wel Estée Lauder fans. En hier ligt echt een collectors item. Mariah Carey lipstick van MAC. Ja, blijf ik ook gewoon bewaren. Net zolang tot hij gewoon heel veel geld oplevert. Net als een Pokémon kaart. Dan heb ik hier nog een liquid lipstick van Estée Lauder. Nou, het zal toch niet zijn dat dit ook dezelfde kleur is? Nee, dit is Naked Ambition. Ja, mijn moeder heeft deze toen uit haar collectie gedaan en ik heb hem overgenomen. Maar het is ook niet helemaal mijn kleur. Dus deze ga ik toch wegdoen. Deze heb ik gekregen in de adventkalender van Cult Beauty. Dit is El Quinco de Mayo van Huda Beauty. Dit is de enige lipstick, lipstick die ik heb van Huda. Op die nieuwe na natuurlijk. En ja, ik weet niet of dit nou echt helemaal mijn rood is. Ik denk dat ik deze toch maar ga verkopen. Ik heb hem weinig gebruikt. En ja, ik ben wat minder fan van dit soort roodtinten. En ik vind de formule niet helemaal wauw. Deze rode lipstick, die zou ik dus nooit wegdoen. Dit is de Stana Lip Paint van Fenty in de kleur Uncensored. Dus die houd ik ook. Dan hebben we hier nog een lipstick van Fenty. En dit is Slipshine in Glazed. Ja, dit vind ik nog steeds wel een hele mooie lipstick. Heb ik de laatste tijd niet zoveel meer gebruikt. Ook een beetje die jelly-achtige formule. Lijkt trouwens een beetje op Angel Alessandra maar van Charlotte, maar deze is iets rossiger. Ja, het is gewoon een makkelijke lipstick gewoon voor iedere dag, dus die bewaar ik ook. Dan hebben we nog Burberry en dit is Cheddar Rose. Ik ga deze toch wegdoen. Ik vind hem een beetje grauw geworden en ik heb het idee dat de formule een beetje is gaan scheiden. Dan hebben we nog de House Laboratories Glitter Lipstick. Nou, alleen dan de verpakking wil je dit gewoon in je stash hebben. Dus ja, ook ik ga deze bewaren. Dan heb ik nog 2 lipsticks van Becca. Deze zijn nog vrij nieuw. Dit is Sugar. Die is achteraf, ja, een beetje te licht voor mij. Dus de vraag is een beetje of dat ik deze ga houden. Ik denk dat ik er toch voor kies om dan deze gewoon te verkopen. Weet je, Becca is binnenkort niet meer verkrijgbaar. En misschien kan ik iemand hier nog wel heel erg blij mee maken. Dus Sugar, die doe ik weg. Zijn overigens wel hele fijne lipsticks, maar ik vind de kleuren een beetje lastig. Ik heb hier ook nog de kleur Soufflé. En deze vind ik persoonlijk wel mooi. Dus die ga ik wel houden. Dan hebben we nog deze lipstick van Guerlain. Dit is ook een hele toffe, mooie roze lipstick. Met een soort van glittertje erin. Ja, gaaf verpakking ook. En dan heb ik er nog 3. Waarvan die van Clarins eigenlijk een herinnering is aan oma, zoals ik al vaker heb verteld. Dus deze doe ik uit principe gewoon niet weg. Dan hebben we hier nog Too Faced Powder About It. Dit was ook heel lang mijn favoriete lipstick. Ik ben benieuwd hoeveel hier eigenlijk nog in zit. Niet heel veel meer. Ik denk dat ik deze ga wegdoen, want ik heb deze echt al een hele lange tijd. En dan hebben we nog Amorous van MAC. Kies ik er toch voor om deze weg te doen. Het bakje is natuurlijk door de jaren heen een beetje minder mooi geworden. Maar op zich met de producten erin zie je daar niet zo heel veel van. Ik heb best wel weer een aantal dingen weggedaan, maar alsnog wel heel veel gehouden. Dus ik ga alles even terug in het bakje doen. Ik denk dat ik deze trouwens in mijn backup laadje ga doen. Want ik vind het helemaal niet handig om hier een backup tussen te bewaren. Dus die ga ik even een ander plekje geven. Maar voor de rest heb ik alles weer terug gedaan in het bakje. Ik denk ook wat ik zei, dat die Colourpop lipsticks bijvoorbeeld wat meer in het oog liggen nu. Dat zou je misschien raar vinden, want doosjes ook best opvallend. Maar ja, ik denk toch dat het meer opvalt zo tussen mijn andere lipsticks. Dus dit waren in ieder geval alle lipsticks. Ik heb toch best wel nog wat zwartjes gemaakt. En daardoor kan ik toch wel weer een beetje zien wat wel en niet mijn stijl is. Dus ik ga mijn hand even schoonmaken. Ik ga dit bakje weer terug doen. En dan gaan we door met de lipgloss. Nou, en de volgende la ligt dus voornamelijk lipgloss. Ik heb hier nog wat lipbalmproducten en lippotloden. Ik ga hier denk ik even mee beginnen. Ik heb hier allereerst mijn allereerste lippotlood van Pat McGrath. Dit potlood is eigenlijk kapot, maar ik vind het doosje zo leuk. Dus ik denk dat ik er gewoon voor kies om het potlood weg te gooien, aangezien die kapot is. En doordat die dus kapot is, wordt het potlood helemaal niet aangeraakt. Maar ik vind het doosje wel heel erg leuk, dus ik ga het doosje toch gewoon bewaren. En ja, dat met die doosjes, dat is echt iets wat je alleen begrijpt als je gewoon echt een hardcore make-up lover bent. En ja, ik vind sommige doosjes, dan denk ik van ja, maar deze vind ik dan wel weer te mooi om weg te doen. En vooral Pat heeft gewoon heel veel bijzondere stijlen daarin. Dan heb ik hier nog een mini van de Lip Injection Extreme van Too Faced. Heb ik toen eigenlijk van Laurie gekregen voor een video. En dat was om samen de gekste dingen uit te proberen. Maar daar is het dus door de hele situatie nooit echt meer van gekomen.
Heb ik hier nog mijn MAC Viva Glam paletje. Nou, deze heb ik inmiddels echt al best wel een tijdje. Is best wel uitgedroogd ook. Dus ja, uit hygiëne ga ik deze toch wegdoen. Dan heb ik hier echt mega veel lip liners liggen. En ja, ik ga er een aantal hiervan toch echt wel even goed uitzoeken. Ik heb hier ook nog de lip primer, de Ultimate Lips van Linda Halber Cosmetics. Die bewaar ik. Deze heb ik natuurlijk laatst gekregen van Baxum. Dit is de Clear Incognito. Ja, ik heb deze eigenlijk nog helemaal niet zoveel gebruikt. Terwijl die zo in de verpakking echt niet heel mooi lijkt. Maar tijdens het swatchen dacht ik van, nou, kan erger. Dus ik wil deze wel gewoon bewaren. Dan heb ik er heel erg veel van Colourpop. Maar dat komt omdat ik laatst weer zo'n set heb gekocht. Maar ik zie dat deze kapot is. Dus dan kies ik ervoor om deze weg te doen en de nieuwe te houden. Ik zal eens even kijken of die wel nog helemaal heel is. Ja. Oh, ik zie dat mijn favoriet Another Round ook kapot is. Dus ja, weet je, ik heb zoveel lip liners. Dan ga ik gewoon dat soort dingen toch niet meer gebruiken. Hier heb ik nog een lippotlood van Colourpop. En hier heb ik er nog één. Dus deze komen uit die set. En ja, zijn dus eigenlijk allemaal bijna nog niet gebruikt. Super zonde. Maar dit is dus wel bijvoorbeeld ideaal om straks weer in mijn Vichy kit te gebruiken. Dus ik ga ze het wel gewoon hier bewaren. Heb ik hier nog eentje van Morphe. Dit is de kleur Frenchie. Dat is ook een hele mooie. Deze van NYX ga ik nu wel echt wegdoen. Want ja, die heb ik ook best wel een tijdje. Dit is ook weer zo'n product wat ik met Laurie heb gekocht. Het is de Universal Lip Liner van Sephora. Dus dit is een ja, universele lip liner. Wil ik ook nog wel een keertje proberen. Dit is mijn favoriete rode lippotlood van Morphe. Dit is Mina. Dan hebben we hier nog House Laboratories. En dit is Doll. Dat is die nieuwe kleur. Ja, die vind ik dus persoonlijk een beetje te roze. Maar ja, het is verder wel gewoon een prima potlood. Dus ik ga hem wel gewoon bewaren. En dan hebben we hier nog Marc Jacobs. En dit is Cream and Sugar. Dit is een vrij lichte kleur, maar ook wel gewoon heel erg fijn. Dan heb ik hier nog wat lipbalms. Ik heb hier de Dr. Pau Pau Tinted Pink Peach Balm. Dus dit is de gekleurde versie. Hier heb ik nog de Shea Butter. Dus dit is weer de extra verzorgende versie. Hier heb ik nog de Magic Lip Oil van Charlotte. Ben een beetje soort van allergisch geworden voor de smaak. Ik vind dat het altijd een beetje snel in je mond terecht komt die. Dus daarom zit die eigenlijk hierin. Hier heb ik nog een lip oil van NYX. Die vind ik ook nog steeds heel erg fijn. En hier heb ik nog twee van Carmex. De Berry en de Pear. Dus die bewaar ik ook. Ik denk dat ik deze van Charlotte dan ga wegdoen. En ja, ik vind hem gewoon niet zo fijn vergeleken met de andere lipbalms die ik momenteel gebruik. En de andere items bewaar ik. Nou, dan zijn we hier aangekomen bij de lipglossjes. Ik heb natuurlijk laatst al verteld dat ik echt wel veel minder lipgloss heb als ooit. Zeker als je mijn video laatst gezien hebt van mijn allereerste stash. Ja, dan weet je dat ik echt veel meer lipgloss had. Ik ben vooral een stukje kritischer geworden. En ik denk dat ik dat ook gewoon wil blijven volhouden. Wat ik in ieder geval allereerst even ga veranderen is dat hier de lipcrayons in zitten van Colourpop. Terwijl dit natuurlijk ja, eigenlijk geen lipgloss is. Dus dat vind ik ook niet zo handig om hier in te leggen. Want dat ga ik dan ook gewoon vergeten, dit soort producten. Dus die ga ik in de la met de lipsticks doen. En volgens mij zitten hier voor de rest wel echt alleen maar glosses in. Nou, ik begin even met die van Pat. Ik heb hier Alien Jellic. Ik heb hier Divine Rose. Ik heb Peach Provision. Dan hebben we nog Bear to Bear. Dit is Flash Astral. En dit is Faux Real. Die heb ik ja, onlangs met best wel een goede korting gescoord. Die bewaar ik absoluut. Zijn echt een van mijn favoriete lipglosses. En dan heb ik ook nog drie minis van de Opulous Glosses van Pat McGrath. Nou, deze twee lipproducten van Charlotte, dit zijn de Tinted Love Lip and Cheek Tints. Die kwamen toen zeg maar eenmalig uit en ja, ze zijn zeg maar nu officieel uitgekomen. Ja, ik was geen fan, dus dit is eigenlijk het perfecte product om te bewaren voor de full face floppers. En daarna wil ik ze eigenlijk gaan verkopen. Dus ik twijfel een beetje of dat ik ze nu al wil verkopen of toch nog zo'n video wil maken. Dus deze doe ik in ieder geval even in mijn ander bakje. Deze gloss van MAC heb ik echt al heel erg lang. Dit is de Viva Glam Rihanna Lip Gloss. De verpakking plakt heel erg, dus deze ga ik uiteindelijk toch wegdoen. Datzelfde geldt voor de MAC Rihanna Lip Gloss en de Archie's Girls Gloss. Wat ik al zei, vorige keer heb ik dit bewaard omdat ik het gewoon een heel leuke verpakking vind. Limited edition, heel erg bijzonder. Maar het moet hier niet een soort van museum gaan worden. Ook uit hygiënisch oogpunt niet. Dus deze ga ik nu toch wegdoen. Dan hebben we hier de Fenty Gloss Balm. Dit is een mini, die bewaar ik. Dan heb ik hier nog een gloss van Anastasia die ik ook al best wel een tijdje heb. Dus ik ga hier even aan ruiken. Deze ruikt niet echt heel erg fris meer, dus deze doe ik weg. Hier heb ik de Silk Balm van Huda Beauty. Dit is een soort van ja, clear lipgloss, beetje verzorgend. Best wel fijn op zich, maar ja, niet voor de prijs heel erg wauw. Dus of het een echte aanrader is, niet per se. Maar ik heb hem en ik vind hem wel prima. Dus ik bewaar hem wel gewoon. Ik heb hier nog de Collagen Lip Balm van Charlotte. En dit is de kleur Peach Plum. Is ook nog steeds wel een hele mooie ja, peachy gouden kleur.
Dus die bewaar ik ook. Dan heb ik hier nog de So Juicy Plumping Gloss van Colourpop. Die heb ik ook alweer even, dus ik ga hier ook even aan ruiken. Hij ruikt op zich nog best wel prima en het is altijd goed om zo'n clear gloss te hebben, dus ik bewaar hem wel. Ik heb hier nog mijn favoriet van Clarins, die kocht ik toen ik naar Mexico ging. Dit is de Instant Light Natural Lip Perfector in 06, dus een beetje een ja, toffee-achtig kleurtje. Gewoon lekker smooth, mooi kleurtje, dus die bewaar ik ook. Hier heb ik nog mijn favoriete gloss van Chanel, die heb ik toen voordat hij uit het assortiment ging opnieuw gekocht. Maar heb hem nog steeds niet opgehad en ik bewaar hem steeds maar weer. En ik ga deze week, ik zeg mezelf, zet ik nu voor het blok, deze week ga ik deze opdoen. En dan ga ik beslissen of dat ik hem alsnog wil wegdoen. Dan hebben we hier nog de Lip Glow van Dior. Dit is eigenlijk gewoon een soort van lippenbalsem. Dus wat dat hier tussen de lipgloss doet is misschien ook niet heel logisch. Dus deze doe ik bij mijn lippenbalsem. Dan hebben we nog de Karl Lagerfeld Lip Gloss. Dit was de kleur Karl 7. Ja, de verpakking is natuurlijk echt fantastisch. En ja, Karl was natuurlijk wel echt een icoon. Ik ga deze nu eens even swatchen. Ja, het heeft een lampje. Sorry, dat kan ik helaas niet beïnvloeden. Ik ga ook even ruiken hieraan. Oh, hij ruikt niet helemaal goed meer. Oh, wat zonde. Het is nog steeds wel echt gewoon een goede kleur. En ik vind de verpakking vooral heel erg leuk. Maar ik wil echt geen dingen gaan bewaren die ik toch niet ga gebruiken. En ja, dat zeg ik uit hygiënisch oogpunt, is dat gewoon geen succes. Dus deze doe ik weg. Dan heb ik hier ook nog een van mijn favoriete glosses. Dit is de Wet Cherry Gloss van Lime Crime. En dit is de kleur Bitter Cherry. Ruikt ook heel erg lekker naar kers. Ja, is nog steeds ook gewoon een hele mooie kleur. Ruikt ook nog steeds goed, dus die bewaar ik ook. Dit blijft ook wel een heel gaaf product. Die ga ik toch nog even houden. En dit is Furry. Dus echt een metallic lipgloss. Dan hebben we nog de Evil Queen van Colourpop en Disney Villains. Ja, hier zou ik het doosje dus ook echt niet van weg kunnen doen. Ik wil deze nog wel even swatchen, want ik weet al eigenlijk eerlijk gezegd niet zo goed meer hoe deze er ook eruit zag. Blijft wel gewoon een mooie kleur, maar heel eerlijk gezegd is de Disney Villains collectie vooral natuurlijk qua collectors item iets dat ik moest hebben. Is het natuurlijk niet zo'n hele bijzondere kleur, maar ik wil hem wel gewoon houden. Dit is de Sailor Moon Lip Gloss van Colourpop. Dit is de kleur Moon Tierra. Dit is op zich wel een bijzondere kleur, maar ja, ik draag dit dus eigenlijk weinig. Nou, ik ga hem toch wel bewaren, want ik heb niet zoveel wat hierop lijkt. We hebben nog deze gloss van Dior. Die lijkt best wel een beetje op die van Chanel trouwens. Iets rozer. En dit is kleurtje nummer 310. Ik heb er toen heel veel van deze weggedaan, want ik had hier best wel veel kleuren van. En deze wilde ik toen toch bewaren. Maar als ik dit zo zie, denk ik ja. Het is echt een beetje een 13 dozijn kleur. Niet per se heel erg gepigmenteerd. Dus deze ga ik toch wegdoen. Hier nog een lipstrobe van Huda Beauty. Dit is de kleur Snobby. Deze is uit een mini setje. En ik vind die lipstrobes van Huda echt super gaaf voor foto's. Maar ik gebruik het dus zelf echt nooit. Dus ik ga deze denk ik terug in mijn visagiekit doen bij de andere lipstrobes. Heb ik hier nog een mini van de Intense Butter Gloss van NYX. Die heb ik toen in een adventkalender gekregen. Dit is de kleur Trelle. Ik vind het wel een mooie kleur, maar ik heb deze al best wel een tijdje. Ik ga eens even ruiken of dat die nog goed is. Oeh, dit ruikt ook niet echt helemaal goed meer. Nee, deze ga ik wegdoen. Dan heb ik hier nog een gloss van Morphe. Die zat bij dat setje wat ik met kerst heb gekregen. Dit is de kleur Is a Vibe. En ja, heel eerlijk, ik zou het zelf niet gekocht hebben als het er niet bij had gezeten. Dus ja, het is gewoon niet helemaal mijn ding. Dus ik denk dat ik dit gewoon liever aan een nichtje of een buurmeisje geef die gewoon hier heel erg blij mee kan maken. Want ik vind het niet per se echt een must. En dan ja, ga ik het toch niet gebruiken. Cadeautjes weggooien voelt trouwens altijd wel heel erg dubbel. Maar ja, wat ik zeg, ik heb zoveel, dat blijft anders echt liggen. We hebben hier nog een gloss van Patrick Ta en dit is She's an Influencer. Geniale naam. En dit is ook wel een hele toffe gloss. Even kijken, want deze heeft een beetje een soort van peachy, rosy-achtig kleurtje. Ja, die vind ik alsnog wel heel erg mooi. Dan heb ik er hier drie van House Laboratories. Die andere zit in mijn everyday bakje. Ik heb hier, even kijken, dit is de kleur Attitude. Dit is een ja, beetje een soort van bruin-rode kleur. Ik vind het echt wel een hele bijzondere kleur. Ik ga hem even hier swatchen. Voor een gloss zijn deze trouwens sowieso best wel gepigmenteerd. Ik weet niet, het maakt voor een gloss over een soort van nude lipstick heen is hij dan net even ietsje dieper. En ik heb hem laatste keer over een rode lipstick heen gedaan. Dat was ook wel heel erg mooi. Dus ja, ik wil deze wel bewaren. Dan hebben we hier Venus. Dit was mijn eerste. Dit is echt meer een beetje een cream gloss. Nou, moet je kijken hoe gepigmenteerd. Het is echt bizar. Ja, ook gewoon nog steeds heel erg mooi. En dan hebben we hier Entranced is dit volgens mij. Ja. En deze heeft een soort van, ja, een beetje duochrome-achtig effect. Lijkt een klein beetje op Alien Jellic van Pat, maar dan iets subtieler. En meer een beetje een soort van goudglittertje erdoorheen. Die van Pat is echt een soort van duochrome roze.
En dit blijven gewoon hele fijne glossjes. Dus ja, die wil ik wel bewaren. Heb ik hier nog een Plumping Lip Gloss van Essence. Die heb ik van Janneke gekregen. Dit is een van haar favoriete producten. Janneke, heel eerlijk, ik heb deze volgens mij nog niet gebruikt. Dus dat ja, wil ik dan sowieso natuurlijk wel even proberen. Het is voor de rest wel gewoon een beetje een clear, lichtroze kleurtje. Maar het is dus vooral een plumping product. Ja, ik wil deze eerst nog wel eens even proberen voordat ik dat natuurlijk kan beoordelen. Dan heb ik hier nog twee glossjes van Aveda. En waarom ik deze al bewaard heb, is omdat die naar mint ruiken. En ik vind dat in lipproducten echt goddelijk. Dit is ook echt best wel een gepigmenteerd product. Deze hou ik sowieso. Dit is de kleur Fire Poppy. En hier hebben we dan nog Star Dahlia. Oh, wat een dilemma. Nee, ik ga deze dan toch wegdoen. En dan heb ik hier nog twee Luxe Lip Oils van Colourpop. Dit is de kleur Genzen. Het enige wat ik hierbij een beetje raar vind is de applicator. Die heeft een soort van ja, bruine waas in het midden. Dus ik wil wel even ruiken of dit eigenlijk wel goed is. Ja, weet je wat het is? Ik durf dit dus gewoon niet te gebruiken. Het ruikt raar, de applicator ziet er een beetje muffig uit. Ja, super zonde, maar ik ga geen producten gebruiken waarvan ik bang ben dat ik daar allergische reactie of iets van ga krijgen. Dus ik ga deze toch wegdoen. En dan hebben we nog Playa Vista. En dat is ook een limited edition geweest. En dit is meer een cream kleurtje. En ook deze heeft dus een hele rare kleurapplicator. En ruikt ook heel raar. Dus ja, misschien heb ik dat op dat moment gewoon niet goed kunnen beoordelen. En niet goed op gelet. Maar ik ben daar gewoon heel kritisch mee geworden. En dit soort producten ja, durf ik dus ook gewoon niet te gebruiken. Dus ja, dus misschien zonde, maar ik gooi ze weg. Ja, dus bakje nu leeg. Dan ga ik nu alle lipgloss die ik bewaar hier terug in doen. Dit is echt vergeleken met wat ik vroeger had aan lipgloss. Echt het minste wat ik ooit heb gehad. Alsnog vind ik wel dat hier gewoon ja, mooie spullen in zitten. Ik heb die van Pet ook even bij elkaar gedaan, want ik grijp hier toch gewoon het meeste naar. Ja, dit is in ieder geval wat er over is gebleven van al die lipgloss. Dus ja... De dingen die ik ook echt gebruik. Dus deze ga ik terug in mijn la doen samen met de lippenbalsems en met de lippotloden. En dan gaan we door naar het volgende bakje. De volgende la, dat is highlighter. En ik heb hier vorige keer al onwijs veel van weggedaan. Maar alsnog vind ik dat het veel is wat er ligt. Dus ik ga dit keer echt heel kritisch hier doorheen. En ga echt wel wat meer wegdoen. Hier zit een aparte Becca highlighter in een apart bakje. Ik heb geen idee hoe dat is gegaan. Maar dit is in ieder geval Champagne Pop. En ja, dit blijft wel gewoon natuurlijk een onwijs mooie highlighter. Dus die bewaar ik ook. Dan hebben we hier ook nog de mini. En dit is Moonstone van Becca. Eigenlijk iets meer voor mijn huid op dit moment. Ja, gewoon een mooie kleur. Alleen ik vind hem niet per se voor dagelijks gebruik dat ik hem iedere keer pak. Dus vandaar dat ik hem hierin heb gedaan. En dan hebben we hier, even kijken, dit is de liquid van Danessa Myricks in Tierra. Nou, mooie liquid highlighter. Hier heb ik nog een liquid van Becca, dit is Rose Gold. Ja, die vind ik eigenlijk meer voor in mijn Physique kit, want het is een mooie, ja, een beetje warmere, rossige kleur voor de dark skin dus vooral. En dit is nog de Iconic London Illuminator. Ja, weet je, ik heb gewoon niet zoveel met liquid highlighters. Ik heb al best wel wat liquid highlighters, dus ik ga deze verkopen, want hier is echt bijna niks uit. Dus deze bakjes zijn eigenlijk een beetje overbodig, want hier zit voor de rest natuurlijk niet zoveel in. Dan hebben we hier de Charlotte Tilbury highlighter van de Holiday Collectie. Supermooie kleur, bewaren. Nou, deze heb ik laatst weer een keertje gebruikt en was toch wel weer goed verrast. Mineralize Skin Finish van MAC in Soft & Gentle. Dus die bewaar ik ook. Dan heb ik deze van Pixie toch wel gaan wegdoen. Want ik heb ze echt nooit meer gebruikt voor de rest. Ik heb ze destijds gekregen in een winactie. En ja, dat was natuurlijk heel erg tof om dat te mogen winnen. Maar ja, nu een aantal jaar later wil ik gewoon wat kritischer zijn in mijn make-up. En ja, heb ik deze gewoon nog nooit gebruikt. Dus ja, dan vind ik het gewoon geschikter om ze gewoon te verkopen. Dit is ook zo'n product wat ik al hele lange tijd heb en eigenlijk hier een beetje als museum is gegaan. De Riri Hertz MAC collectie en dit is de Cream Color Base in Diamonds. Ik ga hier sowieso even aan ruiken. Nou, dit ruikt best wel heel erg muf. En zo'n prachtig product vond ik het nou ook weer niet. Dus deze doe ik weg. En weer de Inner Glow Cheek Powder Blush van Shiseido. Dit is Inner Light 01. Nou, dit is echt geen blush, kan ik je vertellen. Dit is echt een highlighter. Wel een hele mooie kleur. Ja, gebruik ik gewoon te weinig. Ik wil eigenlijk wel even swatch maken. Want ik kan me even niet meer heugen hoe dat hij er ook weer uitzag. Beetje licht roze kan ik me herinneren. Best wel subtiel, maar wel gewoon ja, een mooie kleur. Ik wil hem toch bewaren. Hebben we hier nog de highlighter van Anastasia en Amreezy. Nou, dat is natuurlijk echt wel een van de golden sparkles in de highlighterwereld. Hebben we hier nog de, even kijken, Colourpop en Becky G is dit geloof ik. Dit is ook een hele mooie highlighterpoeder. Dit is Shizmay, dus die bewaar ik ook.
ga ik nu wel echt afscheid nemen van deze highlighters van Meraki Cosmetics. Ik heb ze toen bewaard, maar gebruik ze gewoon nooit meer. Ik doe deze weg. Ik heb hier nog twee van Milk. Zijn ook hele mooie highlighters. Dit is Lit. Dit is mijn persoonlijke favoriet. En dit is Glazed. Die vond ik destijds een beetje geel. Ik heb hem al best wel een tijdje niet meer geswatcht. Ga ik toch nog eens even doen. Nou, ik vind het toch best wel meevallen. Misschien was ik op dat moment gewoon net even ietsje te bleek of zo. Ik weet het niet. Maar deze twee ga ik in ieder geval bewaren. Want dit zijn echt hele mooie highlighters. We hebben hier nog de Super Glow van Natasha Denona. En dit is de kleur Light Medium. Dit is ook echt wel een van mijn favorieten. Die heb ik echt mega veel gebruikt. Super mooi. Beetje wet look effect. Dan hebben we hier nog Cookie van Benefit. Dat is ook echt een toppertje. Dus die bewaar ik ook. Tickle heb ik eigenlijk gekocht omdat ik Cookie gewoon heel mooi vond. Maar Tickle is gewoon weinig gebruikt. Dus ik denk dat ik Tickle gewoon ga verkopen. Nou, Dandelion Twinkle van Benefit is mooi subtiel. Maar is vooral de herinnering dat ik met mijn moeder naar Londen was. En ik heb natuurlijk een Dandelion tatoeage. Dus dit speciaal plekje. Die bewaar ik wel. Deze is wel een beetje duochrome. Dit is Guilty Pleasure. Ik vind de formule van deze trouwens wel echt super fijn. Want ze zijn echt mega smooth. Maar ja, ik moet het ook wel echt gebruiken. Het is ook niet echt een kleur die ik veel zou gebruiken. Ik vind hem eigenlijk wel een beetje te donker. Dan is dit Stole the Show. Deze is nog iets lichter als Flexitarian. Maar is meer een beetje een soort van gouden ondertoon. Nou, dit is wel gewoon een wat subtielere kleur. Die kan altijd wel. En dit is de kleur On the Cusp. Deze komt uit de Kathleen Lights en Colourpop collectie. En dit is een beetje meer een champagne-achtig kleurtje. Ja, deze is ook wel echt super mooi. Ja, die twee vind ik dan gewoon mooier als dit. Dit is gewoon meer mijn ding. Dus die bewaar ik wel. Dan heb ik hier nog de poeder van MAC. Dit is Silver Dusk. Dit is een losse poeder, maar wel echt een hele mooie kleur. Ik ga nu alleen eens even beoordelen of dat ik hem hier wil houden of dat ik hem gewoon in mijn visagie kit ga doen. Nee, kijk, het is echt wel gewoon een heel mooi poeder, maar ik gebruik hem dus echt gewoon veel te weinig. Dus ik ga voor nu er wel voor kiezen om deze in mijn visagie kit te doen. Dan heb ik hier nog 5 producten liggen. Allereerst hieronder het Winter Solstice Palette van Huda Beauty. En deze heb ik eigenlijk bewaard omdat hier gewoon best wel veel bijzondere highlighters in zitten. Ik ga nu alleen gewoon eens even heel kritisch kijken wat ik van de formule van deze producten vind. Want de kleuren gebruik ik zelf in ieder geval nooit. Dus ik snap niet waarom die dan hier ligt en niet in mijn visagie kit. Want het zijn geen everyday kleuren. Maar ik wil nu vooral eens even kijken hoe de formule is. Allereerst zit hier een cream die wat mij betreft best wel droog is geworden. Dat is niet echt heel wauw. Dan hebben we hier Arctic Glow. Dat is een blauwe kleur. Nou, die vind ik op zich best wel smooth. Dan hebben we Northern Lights. Dit is een beetje goudgeel. Nou, die is ook best wel smooth. En Winter Rose. En dit is een roze kleur. Ja, weet je, daar ligt het op zich niet aan. Alleen die cream is echt wel gewoon ingedroogd. Ik ga die cream een beetje proberen warm te maken. En kijken of dat ik hem dan nog wel kan gebruiken. Even kijken. Er zit al wat meer op mijn vinger nu. Ja, er is op zich nog wel mee te werken. Maar wat ik zeg, ik gebruik ze hier gewoon nooit. Dus ik ga deze in mijn visagie kit doen. Maar dit is ook echt van bijna alle Huda paletten die ik allemaal weg heb gedaan. Een van de weinige die ik altijd heb bewaard. Omdat het toch wel een origineel product was. Dan hebben we nog de Marc Jacobs Omega Glaze All Over Foil Luminizer. In de kleur Guilty. Van de Oh So Cherry collectie. Cherry, oh my god. Ik ben het even kwijt. Maar in ieder geval, dit is echt gewoon een prachtige verpakking. En dit zijn ook echt doosjes die ik nooit zal wegdoen. Alleen, deze highlighter is gewoon eigenlijk veel en veel te donker. Maar wel echt super foiled. En echt prachtig. Maar wat ik zeg, veel en veel te donker. Dus ja, wat doe je er dan mee? En nu ligt hier eigenlijk een beetje de show te stelen qua verpakking. Maar voor de rest gebruik ik dit natuurlijk eigenlijk veel te weinig. En als je hem echt gewoon mooi blendt, dan kun je er echt wel wat mee maken. Alleen, je moet er niet een hele dikke streep van aanbrengen. Maar ik vind hem dus wel gewoon heel erg mooi. En ik hoop stiekem als ik straks weer wat bruiner ben, dat hij wel gewoon goed staat. En dit is echt mega limited edition. Dus ik ga hem niet wegdoen en ook niet verkopen. Dan heb ik er nog 3 van Colourpop. Deze is van de Disney Designer collectie. Dit is Horse and Carriage. En volgens mij hoorde deze bij de Assepoester collectie. Ja, dat spreekt wel voor zich. Dit is best wel een hele mooie dupe van Flexitarian. Voor degene die dus meer van poeder houden. Deze lijkt er echt best wel veel op. Ik weet alleen niet of deze nog steeds te koop is. Maar ja, daar is deze dus wel gewoon heel erg mooi voor. Ik vind het nog steeds een mooie highlighter. Dus ja, ik ga hem wel bewaren. En deze twee blijft gewoon echt super lastig. Weer Disney Villains. Dus hier heb ik een zwak voor. Cruella en Maleficent. Mijn twee favorieten. Deze is sowieso echt super glowy. Maar echt super glowy. Ik ga hem heel eventjes hier swatchen.
Nou, dit is gewoon iets wat ik niet weg kan doen. Want kijk even hoe super mooie kleur dit is. En dan Cruella, mijn absolute favoriete Disney villain. Ik heb echt een zwak voor Cruella. Maar deze is wel iets minder smooth, kan ik me herinneren. En ja, een wat lastigere kleur. Ik heb deze altijd een beetje bewaard omdat het Cruella is. Die ga ik hier swatchen. Maar deze heeft zo'n bijzondere glow. Ik kan het niet echt uitleggen. Ik denk dat ik mezelf gewoon echt eventjes moet pushen om dit gewoon binnenkort een keer in mijn everyday look te gebruiken. Zodat ik gewoon met mijn vingers dit gewoon mooi even zo kan aanbrengen. Om te kijken of dat het op de huid ook zo mooi is. Want dit ziet er gewoon echt waanzinnig uit. Ik zou wel gek zijn als ik dit wegdoe. Nou, mijn hele arm zit onder de highlighters. Dus ik denk dat ik wel weer aardig wat dingen weg kunnen doen. Nu ga ik het even verdelen wat er nog over is. Eigenlijk past alles nu gewoon in één bakje. Dus de twee bakjes die ik hier heb zijn eigenlijk leeg. Ja, ik zal ze wel gewoon erbij aangeven. Maar ja, eigenlijk is het niet nodig. Dus ik ga dit bakje in ieder geval terug in mijn stash doen. Nou, jullie dachten dat ik veel highlighters had. Mijn blush collectie is de laatste jaren ook best wel gegroeid. Dat is hier terug te zien. En dit is natuurlijk niet alles. Aangezien ik ook nog aardig wat blushjes in mijn everyday bakje heb zitten. En er zitten ook wel wat dingen tussen dat ik denk, ja, gebruik ik dat nog veel? Dus daar wil ik echt even goed naar kijken. Ik heb hier ook nog bronzers die ik echt even goed wil beoordelen. En hier zitten ook weer een aantal dingen tussen die ook gewoon prima mijn visagie kit zouden kunnen. Dus hier wil ik ook wel even streng doorheen. Ik begin even met de Love Glow Cheek Palette van Natasha Denona. Ja, super mooi paletje natuurlijk. Fantastische verpakking. Dat is echt wel een van mijn favorietjes. En die bewaar ik dus sowieso. Datzelfde geldt ook voor de Love Cheek Duo van Natasha Denona. Mega mooie blush, hele toffe highlighter. Ook weer die fantastische verpakking. Dus ja, bewaren. Deze blush van Tarte ga ik denk ik wegdoen. Is best wel veel gebruikt, dus een mini. En ja, weet je, gebruik ik nu gewoon nooit meer. Hier heb ik een van mijn blushes van Shiseido. Dit is de kleur Senaya. Dit is een beetje de NARS Orgasm van Shiseido. Alleen nu omdat mijn huid niet lekker zongebruind is, is deze een beetje fel. Maar straks in de zomer is die wel heel mooi. Dus die bewaar ik sowieso. Dan heb ik hier mijn cheek stick van Milk. Dit is de kleur Work. En ik draag die sticks van Milk echt veel en veel te weinig. Achteraf heb ik best wel spijt dat ik die grote heb gekocht en niet de minis. Is ook namelijk gewoon een prachtige blush. Maar ja, wordt gewoon nooit gebruikt. Maar ga ik ook voor de prijs, aangezien dit geen goedkope producten waren, zeker niet wegdoen. Hier heb ik nog een proefje in zitten van NARS Orgasm. Ja, dit lijkt me veel handiger om gewoon in mijn samplebakje te doen. Leuk voor een winactie om iemand cadeau te geven. Dan heb ik hier nog een blush van Patrick Tall. Dit is de Monochrome Moment Velvet Blush in She's So Adorable. Heb ik laatst weer een keertje gebruikt in de challenge met mijn moeder. En ja, dit is nog steeds wel echt een hele mooie blush. Alleen gebruik ik de laatste tijd gewoon meer creams. Ik heb zoiets van, ja, ga ik dit nog heel veel zelf gebruiken? Patrick Tall is natuurlijk wel een super populair merk. Dus als ik dit aan iemand kan verkopen die er gewoon veel blijer mee is. Ik denk dat ik deze toch gewoon ga wegdoen. Dan heb ik hier nog de Rare Beauty Cream Blush in de kleur Bliss. En dit vind ik ook nog steeds een lastig product. Ik vind het een hele mooie kleur. Laten we dat voorop stellen. Maar het blendt gewoon wat mij betreft best wel lastig. Deze is ook mat, dus het droogt mega snel op. Maar de kleur is wel zo ontzettend mooi. Dus ja, als ik dit dan zo zie, dan denk ik, nee, ik wil jou gewoon niet kwijt. Dus ik bewaar deze toch. Heb ik hier nog mijn Pillow Talk blush van Charlotte Tilbury. En dit is de kleur First Love. Gebruik ik ook nog steeds graag, dus die bewaar ik. Nou, dit was echt mijn eerste liefde op het gebied van blush. Dit is de Duo Glow van Natasha Denona in de kleur Alba. Hij is wel echt best wel metallic voor een blush, dus daar moet je echt van houden. Maar ja, ik vind het op mijn huid wel gewoon heel erg mooi. Dan hebben we hier nog Georgia van Benefit. Deze heb ik toen gekocht, voor een video gebruikt en eigenlijk daarna bijna nooit meer aangeraakt. En ja, ik wil toch eens even kijken of dit wel iets is wat ik ook wel weer ga gebruiken. Ik vind de kleur namelijk, als ik zo swatch, best wel licht. En dan denk ik van ja, draag ik dit? Eigenlijk niet. Dus ja, ik ga deze toch verkopen. Dan heb ik hier nog 5 blushjes. Dit is allereerst Fairly Precious van MAC. Heb ik laatst natuurlijk weer gebruikt in de toen versus nu look als het ware. En het is nog steeds wel gewoon een hele mooie blush. Alleen net als met die van Natasha Denona is deze gewoon echt onwijs metallic. Maar ja, hij is wel gewoon heel erg mooi. Hij is mega veel gebruikt. Dat heeft natuurlijk een reden. Dus die bewaar ik wel. Dit is de Glow Play Blush van MAC in Grant. Ja, dit vind ik wel gewoon een hele fijne formule. Maar ik vergeet deze op de een of andere manier gewoon heel vaak. Ik wil deze wel weer even swatchen. Om te kijken wat ik ook weer van de formule vind. Want dit, je zou namelijk zeggen dat dit echt gewoon precies is waar ik van hou. Maar met een kwast vind ik deze gewoon moeilijk met aanbrengen. Misschien dat ik deze gewoon binnenkort eens een keer met mijn vingers moet proberen. Dan heb ik hier nog eentje van Pupa. En deze heb ik echt al heel erg lang. Maar blijft gewoon een mooie kleur. Dit is de Velvet Baked Blush in 08. En dit is eigenlijk in de zomer echt wel mijn favoriet. Hij is best fel voor mijn doen.
Maar ja, wel gewoon echt heel erg mooi. Lijkt een beetje op die Natasha Denona, maar is ietsje meer peach. Ja, is gewoon nog steeds een mooie blush. Houden. En deze twee ga ik ook sowieso houden. Dit is mijn Hourglass blush. Dit is Mood Exposure. Is ook nog steeds echt een beauty. Hourglass heeft echt prachtige velvetachtige blushes. En dan hebben we nog Marc Jacobs. En dit is de kleur Kink and Kisses. Ik ga dit ding er wel een keer uithalen, want hier irriteer ik me altijd aan. Maar deze blush is ook nog steeds echt super mooi. Is wel mat, dus iets wat ik nu niet zoveel meer draag. Maar het blijft wel gewoon een hele mooie kleur. Zo, nou, er is toch weer wat extra ruimte. Dit is in ieder geval de blush die ik over heb gehouden. En dan hebben we nog deze twee bakjes. Dit zijn mijn cream blushes eigenlijk. Maar ja, dit is eigenlijk een beetje het zootje. En dit zijn mijn bronzers. Ik begin even met de bronzers, want ik denk dat dit wat makkelijker doorheen te gaan is. Dit is de Dude Hoola van Benefit. Die heb ik destijds best wel heel veel gebruikt. Maar ik ben vooral benieuwd of dat die nog goed is, aangezien deze ook niet meer te koop is. En of ik de formule nog steeds fijn vind. En dat wil ik echt wel even zien met swatchje. Dus dit ga ik gewoon even op mijn hand doen. Gewoon echt een klein drupje. Nou, het is gewoon echt super natural. Maar ja, gebruik ik dit? Ik denk dat ik hem toch in mijn Visagie kit ga doen. Ik zag trouwens dat hij op camera een beetje oranje was. In het echt valt dat best wel mee. Hij is gewoon dezelfde kleur als de Hoola bronzer. We hebben nog de matte bronzer stick van Milk. Ik heb de kleur Baked. Hetzelfde verhaal als met de blush. Super mooi product. Gebruik ik te weinig. Ik heb hier nog een bronzer van Tarte. Eigenlijk hetzelfde verhaal als met de blush. Dit is volgens mij Park Avenue. Ja, Park Avenue Princess. Dit is de bronzer van Tarte. Ja, ik ben niet zo erg impressed ermee. Dus ik ga deze weg doen. Dan heb ik hier nog een duo van Charlotte Tilbury. De Filmstar Bronze and Glow. Dit is een mini. Heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel meer gebruikt. Dus misschien is dit ook een reminder van, oh ja, ik heb deze ook nog. Nou, dit is de Jumbo bronzer van Benefit van Hoola. Ja, het is nog steeds gewoon een klassieke bronzer en ik gebruik hem nog steeds graag. Dit is de Contour Wand van Charlotte Tilbury. Ja, ik weet dat het een heel populair product is, maar ik kan er dus niet zo heel goed mee overweg. Maar het is ook niet dat ik hem per se wil wegdoen, dus ik wil deze wel houden. Dit is de bronzer van Charlotte Tilbury. Nou, die ga ik ook houden. Dan heb ik hier nog een paletje van Colourpop en hier wil ik gewoon eens even heel kritisch naar kijken. Want ik heb deze al zo lang dat ik echt eens even wil kijken, is dit onmisbaar? Even kijken, dit is de bronzer. Die voelt best wel heel stug, zo op het eerste gezicht. Een beetje roze als je bijna kijkt. Het is meer een blush als een bronzer, maar het is volgens mij wel echt een bronzer. Gaan jullie me nou serieus vertellen dat ik dit al die jaren als bronzer heb gebruikt terwijl dit een blush is? Oh, wauw. Dat is wel echt een ontdekking. De highlighter was wel heel erg mooi, kan ik me herinneren. Die voelt ook nog steeds gewoon zacht aan. Oh, damn, die highlighter. Moet je kijken. Oh, dit kan ik eigenlijk gewoon niet wegdoen. Maar ja, ik heb al zoveel highlighter. Nee, ik ga deze toch wegdoen. Ik heb deze al zo lang en ik gebruik hem gewoon nooit meer. Dus ik wil hier liever iemand anders blij mee maken. Nou, toch weer twee bronzers weg kunnen doen. Dus deze kunnen weer terug in het bakje. En dan hebben we nog de cream blushes. Nou, dit zijn eigenlijk gewoon de tints van Benefit. Waarvan ik er zelf niet zo fan van ben om deze op het gezicht te gebruiken. Deze heb ik ook al best wel een tijdje. Dus ik ga even kijken of ze nog goed zijn. En als dat zo is, dan doe ik ze liever in mijn Visagie kit. Want omdat het dus lipstains zijn, zijn ze bijvoorbeeld wel heel erg handig voor bruidjes. Nou, dit is Lolly Tint. Dat is een beetje een beetje lila-achtig kleurtje. Ruikt op zich nog best wel prima. Dit is mijn favoriet. Dit is Posy Tint. Dat is een mooie lichtroze kleur. Deze heb ik zelf volgens mij wel het langst. Die ruikt ook nog prima. Het zijn wel echt producten waar je gewoon heel lang mee kan doen. Omdat er gewoon heel weinig van nodig is. En dit is de Cha-Cha Tint. En die is echt een beetje peachy-achtig. Ja, ruikt ook nog prima. En omdat ik het hier gewoon niet gebruik. En omdat het hier gewoon niet aangeraakt wordt, doe ik het dan gewoon liever terug in mijn Visagie kit. En dan heb ik hier nog een aantal items in zitten. Waaronder de Cloud Paint van Glossier. Dit is een cream blush. Die heb ik destijds ooit van iemand overgekocht. Omdat ik zelf niks van Glossier heb. Die ga ik eens even swatchen om te kijken of ik denk van, hey, dit is echt een goede kleur of niet. En natuurlijk de formule ook niet onbelangrijk. Ik kan me aanmieren dat ik deze ooit gebruikt heb. Best wel een donkere kleur. Dit is echt meer iets wat ik aan mijn moeder zou geven. Ik denk dat ik deze eens even bij mijn moeder ga neerleggen. Misschien dat zij er wel wat mee kan. Dan hebben we hier nog eentje van Inglot. Is de AMC Face Blush. Dit is de kleur 91. Ik kan me wel herinneren dat ik deze blushes wel heel fijn vond. Deze heb ik toen gekregen bij mijn opleiding. Maar ik vond de kleur altijd een beetje moeilijk van deze. Ik had persoonlijk zelf meer voor roze tint gekozen. Maar misschien is die bij blenden wel gewoon wat subtieler.
Ja, het is in ieder geval geen kleur waarvan ik gelijk denk, oh, die moet ik zelf proberen. Want ik vind hem echt gewoon te oranje. Ik vind hem wel lekker smooth en dekkend. Nou, dan heb ik hier nog de Freckle Pen van Lime Crime. Oftewel om sproetjes mee te maken. Werkt ook echt super goed. Dus ja, wil ik ook gewoon houden. Maar ik vind dat niet echt een product om bij mijn blushes neer te leggen. Dus ik denk dat ik deze bij mijn Special Effect make-up ga leggen. En dan hebben we hier nog de blush stick van Nude Sticks in Cherry Blossom Babe. Ja, weet je, dit is helemaal geen verkeerde kleur. Maar ik ben niet zo van de sticks. En ik gebruik deze gewoon echt nooit. De kleur is dus wel echt gewoon heel erg mooi. Volgens mij is die ook best wel... Oh, damn, hij plakt. Oh, ik wou zeggen, ik dacht dat die formule best wel smooth was. Maar hij plakt echt als een malle. Oh, bah. Nee, oh nee. Nee, deze ga ik verkopen. Oh, damn, het is echt super plakkerig. Ben ik echt niet gewend van een blush. Nou, dan is dit bakje leeg. Dan hebben we dus alleen de bronzers die over zijn. Dan is de volgende lade paletten. Dat zijn dus twee laden waar paletten in zitten. Nou, daar zit ook Pat in, Natasha Denona, Colourpop. Nou, er zitten ook genoeg tussen waarvan ik nu al weet, die ga ik toch niet wegdoen. En omdat ze niet in bakjes zitten, laat ik die gewoon even liggen. Dus ik heb enkel gepakt waarvan ik twijfel om het te houden. En dat ga ik met jullie bespreken. Er zitten ook dingen tussen die ik wel eens een keer weggegooid heb en toch weer teruggepakt heb. Zoals bijvoorbeeld het Secret palette van Nabla. Die heb ik nou echt al 6 keer in en uit mijn stash gehaald. Misschien is dat nu ook gewoon het moment om nou eens een keer goed te beslissen ja of nee en niet elke keer in between. Laat ik dan maar gelijk met deze beginnen. Op zich vind ik de kwaliteit van Nabla matig. Ik ben soms heel erg enthousiast en soms best wel teleurgesteld. Er zitten gewoon een paar kleuren tussen, die zijn echt booming. Zo is de kleur Playheart bijvoorbeeld echt super nice. Big Experience, ook mega gepigmenteerd. Maar zo vind ik bijvoorbeeld Fantasize, wat ik een hele gave kleur vind, best wel teleurstellend. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld niet zwartjes waarvan ik denk, ja, weet je, dit is het gewoon. Vooral die Fantasize dus niet. Ik ga zo even 2 kleuren swatchen waarvan ik denk, daarvoor zou ik het doen of niet. Dat is Addiction. Dat is gewoon echt wel een bijzondere kleur. Die vind ik op het eerste gezicht niet echt heel wauw. En een kleur die ik ook wel heel erg mooi vind, dat is Hypersensual. En die is meer een beetje die metallic formule. Nee, ik ga er nu echt toch definitief voor kiezen om deze weg te doen. Nou, dan ga ik nog even verder met Nabla. Dit is het Cutie Palette in Platinum. En ja, misschien een beetje onverwacht, want ik vond toen een heel mooi paletje, maar ik heb hem de laatste tijd niet zoveel meer gebruikt. Ik vind vooral Luxuriance echt een geweldige zilver, dat is echt ook gewoon niet om te ontkennen. Maar 1 kleur houden voor het hele paletje is niet echt helemaal de bedoeling. Ja, dit is gewoon echt een van de betere zilvers, dat absoluut. Dan hebben we nog Rich Darling, is op zich ook wel een mooie kleur, maar ja, niet heel bijzonder. En vooral de matte kleuren, kan ik me herinneren, waren niet echt heel erg denderend. Ja, weet je wat het is? Er zijn meer kleuren zilver die ik hierop vind lijken. Dus voor 1 kleur ga ik niet het paletje houden. Dus deze doe ik weg. Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat Nabla niet echt een merk is qua oogschaduw waar ik opnieuw mijn geld aan uit zou geven. Ik vind dit nog steeds wel een gaaf palet. Dat is Dreamy 2. En ja, ook, dit is ook een beetje weer zo'n ja en nee. Want er zitten een aantal super mooie kleuren in. Maar ook een aantal kleuren die best wel erg teleurstellend zijn. En je ziet eigenlijk al in de pen welke niet goed zijn. Die Mirabilia, die is best wel heel erg, ja, droog. Hetzelfde geldt voor deze. Nou, op zich vallen deze nog wel mee. Het kan nog wel erger. Dit gaat nog wel. Maar als je dan bijvoorbeeld de kleur Ram ernaast swatcht, deze is echt bijvoorbeeld een hele andere formule, is deze bijvoorbeeld veel meer, ja, driedimensionaal, maar ja, wel glitteriger. Dus ja, ik vind vooral de kleur Libertine heel erg mooi. Beetje hetzelfde verhaal als met die zilver, het is gewoon echt een waanzinnige kleur. En er zitten een paar van die Creamy to Powder formules in. Maar ja, dit is dan wel weer 1 kleur van ik denk, ja, waanzinnig. Maar dit is ook iets wat Pat heeft, weet je. Is dit dan echt de moeite? En ik heb hem ook niet zoveel meer gebruikt. Dus nee, ik kies er toch voor om deze weg te doen. Nou, dan heb ik hier een palet wat waarschijnlijk ook niet echt verwacht wordt. Dat is Nudie Patchouli. Ja, waanzinnig palet. Echt met heel veel liefde gebruikt. Dat is ook echt wel te zien. Maar nu gebruik ik dit gewoon veel te weinig. En is de kwaliteit van sommige oogschaduwen gewoon minder goed dan wat ik nu gebruik. Dus ja, ik kies er toch gewoon voor om deze weg te doen. Omdat ik hem gewoon niet genoeg meer kan gebruiken vergeleken met de paletten die ik nu heb. En dan is dit wel echt een perfect beginnerspalet om aan een, ja, wat ik zeg, een nichtje, buurmeisje te geven die gewoon lekker aan het experimenteren is ermee. Dus deze doe ik weg. Heb ik de Dose of Colors I Love Sarah E. Ja, er zit hier natuurlijk 1 kleur in, dat weten we allemaal, die gewoon echt waanzinnig mooi is. Dat is deze.
Maar weer hetzelfde verhaal. Eén kleur houden omdat die gewoon, ja, of één palet houden omdat één kleur gewoon heel gaaf is. Ja, is gewoon niet realistisch. Ik gebruik dit palet voor de rest heel weinig. Ik vind de matte kleuren verschrikkelijk. Ik vind die zwarte kleur afschuwelijk. Deze kleur vind ik wel mooi, maar ja, is ook niet per se heel bijzonder. Nou, weer zo'n verrassing denk ik. Super mooie verpakking. Daar heb ik echt niks op aan te merken. Dit is ook echt een palet waar ik heel veel nieuwe kijkers door heb gekregen. Omdat ik hier natuurlijk een Three Looks One palet mee heb gemaakt. En dat is echt een hele goed bekeken video geweest. Ik gebruik de palet de laatste tijd gewoon niet zo vaak meer. Ik ben niet zo heel erg kapot van de formule van Anastasia. Ik heb hem laatst weer een keer gebruikt. Toen heb ik wel weer een mooie look gemaakt. Maar toen kwam ik er toch ook wel weer achter dat het echt niet de beste kwaliteit is. Vooral de matte kleuren niet. En ik wil gewoon geen producten meer in mijn collectie waarvan ik denk, want dan gebruik ik het gewoon niet. Dus dit is ook weer een palet. Is gewoon een beetje verouderd. En ja, is gewoon niet meer vergelijkbaar met hetgeen wat ik nu graag gebruik. Dat ligt natuurlijk ook aan mezelf. Want als ik zelf alleen maar dure producten gebruik, dan valt de rest op een gegeven moment natuurlijk een beetje tegen. Maar met pijn in mijn hart ga ik deze toch wegdoen. Hier heb ik nog een paletje van Anastasia. Dit is de Soft Glam 2. En dit is een beetje een twijfelgeval. Deze kwam natuurlijk laatst met kerst uit. Dus deze is nog helemaal niet zo oud. Dit dacht ik is een perfect paletje om mee te reizen. Op zich is dat ook niet onwaar. Maar eigenlijk heb ik hem niet zo heel veel meer gebruikt. En vind ik hem toch niet zo heel erg wauw. En paletjes die ik gewoon niet genoeg gebruik, terwijl ik ook genoeg andere reispaletjes heb. Ja, wat doe je daar dan mee? Dus ik denk dat dit ook gewoon beter is om te verkopen. Dan heb ik hier een palet van Linda Halber Cosmetics. Dit is de Enchanted Mysteries. En ja, dit is ook een palet wat ik gewoon veel te weinig gebruik. Deze formule van Linda is wel gewoon heel erg gaaf. Maar op de een of andere manier spreken deze kleuren me gewoon niet genoeg aan. Dit is voornamelijk de mooiste kleur. Dat is Lacuna. Dat is een groene kleur. Dan heb je Serine. Dat is een beetje een ijzige kleur. Maar ja, deze heeft niet zo heel veel pigment op de een of andere manier. En dan hebben we nog Void en Era. Void is echt een beetje een zwarte kleur. En Era is brons. En ja, weet je, als ik dan naar deze kleuren kijk, dan word ik hier niet per se heel erg warm van. Het zijn niet echt kleuren die ik veel gebruik. Ik vind die middelste kleur bijvoorbeeld ook echt niet goed gepigmenteerd. Ja, weet je, als dit dan elke keer zo ertussen blijft hangen, dan denk ik van, nee is ook een antwoord. Dus nee, ik ga deze toch wegdoen. Heb ik hier mijn Bye Bye Birdie palet van Colourpop. En ik heb het laatst al gezegd in de ranking video. Ik vind deze formaat paletjes gewoon niet de beste kwaliteit. Bye Bye Birdie heeft wel een aantal hele mooie kleuren. Maar ja, ik gebruik het gewoon niet. Ik vind het gewoon zonde om het niet te gebruiken. En ja, niet alle kleuren zijn even geweldig. Dus ook al vind ik dit een mooi paletje en hebben ze een aantal hele mooie kleuren. Ja, verkoop ik deze dan liever en laat ik liever iemand gebruiken die ook gewoon bijvoorbeeld weinig Colourpop heeft. Die gewoon heel graag Colourpop een keer wil proberen. In plaats van dat die bij mij alleen maar in de kast ligt. Ik vind deze verpakking trouwens wel ook heel erg mooi met die pauwenveren. Dus ja, Bye Bye Birdie doe ik weg. En ik denk dat ik Flutterby ook weg ga doen. Zei ik laatst ook al in de ranking video, scoorde niet voor niks, best wel laag. Ja, ik vind het gewoon een vrij grauw palet. En is gewoon niet mijn ding. Het kan ook te cool zijn. En dat is met dit palet dus gewoon echt het geval. Ik vind het mij heel erg bleek maken. En wederom een palet wat in de kast ligt om in de kast te liggen. Ja, weet je, zonde. Dus nee, die doe ik ook weg. En als laatste is dit echt een ja, spannende. Want ik vind dit een heel mooi palet. Maar ik heb ook weer een beetje tegens erin. Dit is de Born This Way, de Natural Nudes van Too Faced. En nou, niet per se dat Too Faced nou mijn favoriete merk is qua oogschaduw. Is het wel heel lang geweest trouwens. Maar dit is wel gewoon een heel mooi, ja, perfect van alles wat palet. Maar de kwaliteit is niet per se heel erg bijzonder. Dit is wel mijn favoriete kleur, Shimmering Pearl. Want die is gewoon echt super mooi. Glistening Snow, zelfde verhaal, ook heel mooi. Sparkling Scent is ook een hele mooie metallic kleur. Dus daar valt verder prima mee te werken. Daar heb ik niks op aan te merken. Maar ik gebruik het palet de laatste tijd gewoon veel te weinig. Ik vind de matte kleuren naar mijn idee ook niet per se, ja, heel erg impressive. Op zich zijn ze wel smooth, ze zijn ook wel gepigmenteerd. Maar ik heb natuurlijk heel veel van dit soort nude paletten. En deze gebruik ik gewoon veel te weinig. En wat ik ook gemerkt heb is dat ik vooral dit gebruik. Roze gebruik ik weinig en dat de hele donkere ook niet zoveel. En aangezien deze gewoon nog prima is, niet zoveel gebruikt, ja, denk ik dat ik hem gewoon beter kan verkopen. Omdat hij dan gewoon veel meer liefde krijgt als dat hij bij mij nu krijgt. Oké, wauw, ik had het al een beetje voorspeld. Maar al die twijfelpaletten doe ik dus allemaal weg. Dat vind ik echt wel een prestatie van mezelf. Dus daar ben ik best wel erg trots op. Ik ga binnenkort wel even de indeling van die paletten lades veranderen. Want ja, het is natuurlijk nu een stukje minder. En het was best wel een beetje een zootje. Dus daar wil ik binnenkort ook nog wel even mee aan de slag.
gaan we nu in ieder geval door met de laatste lade van deze kast. En dit is mijn Special Effects wimperla. En dit is een la die ik de laatste jaren eigenlijk weinig tot niet heb aangeraakt. Ja, natuurlijk kan dat. Ik heb ook echt een wimperstash dat je denkt, draag jij ooit nepwimpers? Ja, dat doe ik af en toe. Maar niet zo vaak als dat hier ligt, zeg maar. Ik wil vooral de wimpers weg gaan doen die wat mij betreft gebruikt zijn, verknipt zijn, heel veel lijm aan zit. Die doe ik gewoon weg uit hygiënisch oogpunt. Ook omdat ze dan al een tijd niet zijn gebruikt, is die lijm dus ook al helemaal opgedroogd. Dus daar wil ik even doorheen. Ik heb in ieder geval hier mijn lashes van Sweet Lashes. Die heb ik helemaal nog niet gebruikt, dus die bewaar ik sowieso. Dan heb ik hier een aantal van Maria Malky. Even kijken, deze zijn zo te zien wel gebruikt, maar... er zit niet heel veel lijm op. Dit is Serenity. Dit is de So Natural. Die vind ik ook heel erg mooi. Die bewaar ik ook. Dan hebben we hier Sophia. Die heb ik ook nog maar één keer gebruikt volgens mij. Dit is een wat dikkere band. Even kijken. Dit is Mila. Volgens mij heb ik deze nog niet gebruikt. En dan hebben we hier nog Catalea. En die ziet er ook nog best wel prima uit. Deze heb ik ook redelijk recent zeg maar nog gekocht. Dus ik vind het ook niet heel gek dat deze nog best wel prima zijn. Dus die bewaar ik sowieso. Dan heb ik hier nog lashes van Ali. Ja, weet je, ziet er gewoon niet heel wauw uit. Ik zie er ook wat lijm aan zitten. Dus die doe ik weg. Ik heb hier de Queen Tarji Bella lashes. Nou, Queen Tarji vind ik ook gewoon hele mooie wimpers hebben. Volgens mij heb ik deze nog maar één keer gebruikt. Ik vind het er op zich ook best wel netjes uitzien nog. Dus die bewaar ik ook. We hebben hier Jade. Jade is een echt een mooie wing. Nou, dit ziet er ook nog best wel netjes uit. Die bewaar ik ook. Ik heb hier mijn zelfgemaakte lashes voor mijn examenopdracht bij Art of Colors. Ja, weet je, dit is iets wat je gewoon niet meer gebruikt. En het is leuk om te bewaren voor het idee. Maar deze ga ik nu wel echt weggooien. Ik heb de foto in ieder geval ter herinnering. Dit zijn de meest extreme lashes die ik heb van Queen Tarji. Dit zijn de Dylan Saba lashes. Ja, heb ik één keer gebruikt. Niet helemaal mijn stilo, maar ja, ziet er ook nog prima uit. Dus vind ik zonde om weg te gooien. Dit zijn mijn favorieten van Queen Tarji. Dit is Nora. Dit is een mooie, ja, beetje cat eye, maar vrij subtiel. Deze plakken trouwens wel best wel, moet ik zeggen. Kijk maar, er zit echt wel wat lijm aan. Dus ook al zijn dit mijn favorieten, ik gooi ze nu even weg. En ik ga ze dan nog wel even een keertje opnieuw bestellen als er weer korting is bij Easy Paris. Want ik wil echt niet dadelijk het risico lopen dat ik een oogontsteking of iets heb. Dan heb je nog Jasmine, die zijn ook best wel groot. Die heb ik volgens mij nog nooit gebruikt als ik zo kijk. Dus die bewaar ik dan ook sowieso. Dus nou, ik heb in ieder geval aardig wat wimpers. Dan hebben we hier een setje van Colourpop. Die heb ik al een keer gebruikt, dus die doe ik weg. En natuurlijk kan je normaal gesproken lang met wimpers doen. Maar nu heb ik ze dus, zit er lijm aan en is dat al een hele tijd, misschien een jaar niet aangeraakt. Is gewoon niet zo heel hygiënisch. Dit is nog een wimperlijn van Queen Tarji. Nou, die zit er ook prima uit. Dus die bewaar ik gewoon. Die is al die tijd gewoon dicht geweest. Dan hebben we hier nog lashes van Primark. Die zijn eigenlijk ja, ook ongebruikt. Dus ja, waarom niet bewaren? Dit zijn de Faux Mink lashes Doll. Ik heb hier nog een setje wimpers van Benefit. Die heb ik ook nog steeds niet gebruikt. Dus die bewaar ik ook. En ik heb hier nog een pakje van de Primark. Ja, ik denk dat ik deze gewoon weg ga geven, want ik doe hier toch niks mee. En hier heb ik dan de lashes van Charlotte Tilbury. Dit is de Red Carpet Lash. Dit is de Cat Eye Corner Lash. De Glamour Lash. En nog een keer de Glamour Lash. En het zijn wel gewoon hele fijne wimpers. Dus ja, die wil ik wel gewoon bewaren. Nou, in dit bakje zitten dus wat special effect dingetjes. Ja, ik ga wel gewoon wat dingen weggooien die ik toch niet gebruik. Hier zitten trouwens wel wat tools in voor de wimpers. Dit is mijn favoriete wimperlijm, de Magic Clear Liner van Maria Malky. Die is ook in zwart verkrijgbaar. Hier hebben we nog losse plukjes van Essence. Nou, die zijn ook al best wel oud, dus die doe ik ook weg. Omdat ik nu natuurlijk ook die van Sweet Lashes nog heb. Dit is een wenkbrauwborstel die ik altijd gebruik als ik mijn wenkbrauwhaartjes ga bijknippen. Dit is mijn favoriete tool om de nepwimpers goed te laten overlopen in mijn eigen wimpers. Ik heb hier twee schaartjes. Deze is van Sigma, deze is van Maria Malky. En ik heb hier nog een applicator voor de wimpers. Dus ja, deze tools kan ik prima bewaren. Ik doe de lijm er ook bij. Nou, dan liggen hier dus nog wat andere dingetjes. Deze tool is om je kwasten schoon te maken. Dus ja, dit hoeft natuurlijk niet per se hier te liggen. Ik denk dat ik deze trouwens ga weggeven, want ik heb een prima tool daarvoor. Dus die doe ik weg. Dit is de Nose & Scare Wax van Ben Nye. Ik ben even benieuwd hoeveel maanden hierop zit. 30 maanden, dat is best wel lang. Dus dit is op zich
best wel lang houdbaar. Maar het is nu inmiddels denk ik best wel hard geworden. En dit is echt om littekens te maken. Is textuur in de huid. Dus ja, dat soort dingetjes. Dat is wel echt heel erg tof om hiermee te doen. Het ruikt nog best wel goed wat ik zeg. Het is nog best wel kneedbaar. Dus dat is het belangrijkste. En dit is echt een duur grapje, deze pot. Dus ik ga dit wel gewoon lekker bewaren als het gewoon nog goed voelt. Nou, dit ding van Kryolan, daar kunnen je concealers in. Bij mij is dat nog niet het geval. Er zitten nagel art dingetjes in. Maar dat is ook gewoon prima op het gezicht te gebruiken. Ik heb hier een lijmstift van Hema. Maar deze is denk ik inmiddels niet meer goed. Nee, dat stinkt echt onwijs. Nou, dat gebruik je dus bijvoorbeeld om je wenkbrauwen weg te werken. Datzelfde geldt voor dit product. Dat is de Eyebrow Plastic van Kryolan. Dit ruikt ook heel muf, dus dit doe ik ook weg. Ik heb hier Spirit Gum van Kryolan. Hier heb ik zelf eigenlijk nooit zoveel mee gedaan. Omdat ik het eigenlijk niet zo goed wist wat ik ermee moest. Maar dat was echt zo'n trend. Dan kocht je alles en dan gebruikte je de helft niet. Ik ga heel even hier aan ruiken. Dit is natuurlijk sowieso heel chemisch. Maar misschien dat het nog wel gewoon normaal ruikt. Ja, dit ruikt best wel prima. Het is niet hard geworden of zo. Wat ik zeg, deze is weinig gebruikt. Ik ga wel even goed dichtdraaien. Maar dit kan ik wel gewoon bewaren. Ik weet alleen niet zo goed waar ik het voor moet gebruiken. Maar wat ik zeg, special effect materiaal is best wel duur. Dus dat koop je ook niet even opnieuw. Dit is een olietje van Rituals. Rituals of Ayurveda is dit. En dat is dus eigenlijk om die nose en scare wax zeg maar wat soepeler mee te maken. Dan hebben we hier de liquid set van Ben Nye. Dit is om pigmenten zeg maar vast te maken. Ook een prima product. Sponsje, altijd prima. Die thick blood van Ben Nye ga ik denk ik nu wel wegdoen. Want ook dit is iets wat je niet jaren kan bewaren. Dit is dus een dikke textuur van nepbloed als het ware. Ook best wel duur, maar ik ga niet het risico lopen dat ik hier dadelijk weer een reactie op krijg. Dan heb ik hier nog hele mooie glitterwimpers. Deze, die heb ik ooit een keer op een webshop besteld en die wil ik nog steeds graag bewaren. Hier zit de No Color Powder in, dus die bewaar ik ook. Hier liggen nog twee, een beetje creepy glosses als het ware. Deze van Illamasqua en deze bloedrode kleur kun je bijvoorbeeld gebruiken als zijnde nepbloedachtig. Dus die heb ik gewoon daarvoor bewaard. Dus die leg ik gewoon hier neer. Dan heb ik in dit tasje van Zoeva volgens mij van die under eye sheets liggen. Die ik zelf geknipt heb en gedaan. Ja, dit zijn dus gewoon pleisters. En daar heb ik dus van die sheets van geknipt. Ja, je ziet het. Het is ook echt veel gebruik, maar niet heus. Oh, en dit zijn de echte. Ja, het is altijd handig om te hebben. Dus vandaar dat ik dat hierin heb gedaan. Dan heb ik hier nog zo'n wimperapplicator. Deze is van Catrice. Deze voelt trouwens echt heel plakkerig. Die doe ik weg. En met dit borsteltje heb ik altijd mijn lijm in mijn wenkbrauwen gesmeerd. Maar dit is helemaal hard geworden. Dus deze kan weg. Dan heb ik hier nog diamantjes. En in principe kan dat gewoon overal op. Kan dus ook op de huid. Hetzelfde verhaal. En hier heb ik nog veren. Dus dat heb ik ook met die wimpers bijvoorbeeld meegemaakt. Die ga ik dan even bewaren. En dan hebben we hier nog de Pro Shield Barrier Foam van Kryolan. Dit is een soort van bescherming voor de huid als je dus met special effect aan de gang gaat. En deze heeft ook volgens mij ook best wel een lange houdbaarheid, kan ik me herinneren. En omdat dit in een luchtdichte verpakking zit, durf ik dit wel gewoon te bewaren. Het is echt een soort mousse, maar het is dus belangrijk om een goede bescherming voor de huid te hebben met dit soort dingen. Het is niet een heel bijzonder bakje, maar het is wel weer even uit hygiënisch oogpunt uitgezocht. Dit ga ik dus gewoon bewaren voor nu. Hetzelfde geldt voor de wimpers en dat doe ik nu terug in de la. Nou, dit zijn dus al mijn foundations, concealers, poeders. Het grootste gedeelte gebruik ik zelf, maar het is ook een gedeelte wat ik natuurlijk bewaar voor in mijn Visagie kit. Maar ik ben er nu wel eigenlijk een beetje klaar mee dat al mijn Visagie spullen ook in mijn eigen stash zitten. Dus ik denk dat ik gewoon meerdere tasjes ga maken als zijnde backup producten voor mijn Visagie kit. En die gewoon in mijn Visagie kit ga doen, zodat ik zeg maar dat altijd bij me heb. Maar ik ga hier wel even wat kritischer doorheen. Vooral omdat hier ook producten in zitten die ik gewoon nooit meer gebruik. En ik wil nu gewoon echt wel een keer afscheid nemen van bepaalde dingen. Nou, er zitten hier dus ook een aantal van die minder fijne dingen in. Zoals dus de Good Apple Foundation. De Super Setter van Benefit. Kreeg ik klachten van op mijn huid. Hetzelfde geldt voor de Elf Primer. Dus die doe ik sowieso weg voor de eventuele Full Face Floppers. Dus die ga ik daarheen doen. Datzelfde geldt voor deze Setting Spray van Charlotte Tilbury. Echt een hele goeie, maar voor mijn huid in ieder geval niet echt huidvriendelijk. Door de parfum die erin zit. Dus die doe ik in mijn kit. Deze setting spray van Colourpop die is wel fijn, dus die bewaar ik wel. Singer Skin Glow Foundation, Shiseido, ook een favoriet. De Super Balanced Make-up van Clinique heb ik laatst weer gebruikt en was ik niet echt heel erg onder de indruk van, dus deze ga ik wegdoen. Hollywood Flawless Filter van Charlotte Tilbury, die bewaar ik.
Ik heb hier nog een mini van de Syngrow Skin Glow. Volgens mij is dit ook dezelfde kleur. Ja. Nou, dat vind ik wel handig om te bewaren voor eventueel mee te nemen. Deze twee van It Cosmetics, ja, gebruik ik ook gewoon veel te weinig. Ik vind de kleur nog steeds gewoon best wel lastig. Dit is de Illumination en dit is de gewone. En ik heb beide de kleur Fair. Ja, ik gebruik ze gewoon veel te weinig. Dus misschien dat ik ze gewoon beter verkoop. Want ik gebruik ze zelf gewoon niet. Nou, dat ruimt in ieder geval al op. Ik heb hier nog mijn backup primer. Die heb ik natuurlijk laatst weer backup gekocht. Omdat Becca natuurlijk binnenkort gaat stoppen. First Light Priming Filter. Bewaren uiteraard. Dit is de enige foundation van Charlotte Tilbury die ik heb bewaard. Het is de Light Wonder Foundation. En dit is de kleur 4 Fair. Ja, wederom hetzelfde verhaal. Niet heel huidvriendelijk, maar ik wil dus ook niet allemaal weggooien. Foundation van Uncover Skincare. Ik heb kleurtje 20. Gebruik ik nu niet meer, maar heb ik heel lang als favoriet gehad. Dus die bewaar ik ook. En dit is mijn zomerkleur van mijn Shiseido Foundation. Dit is kleurtje 260 Cashmere. Dus ja, dat bewaar ik sowieso. Dan heb ik hier nog een contourpaletje van Makeup Forever. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem sowieso niet zoveel gebruikt heb. Dus wat ik eventueel nog zou kunnen doen is de pens eruit halen als ik ze echt niet meer fijn vind. En ik zie dat dit helemaal ingedroogd is. Heb ik 2 jaar geleden gebruikt tijdens mijn visagieopleiding. En daarna dus eigenlijk niet zoveel meer. Dus ja, een beetje zonde wel. Maar doosje kun je natuurlijk altijd sowieso nog bewaren. Ik ga deze in ieder geval terug in mijn visagiekit doen voor nu. Hier heb ik 2 foundations van Benefit. Die worden beide niet meer verkocht. Dus ze zijn wel al wat ouder. Maar dit zijn wel allebei donkere kleuren. Dit is Amber en dit is Hazelnut. En ik wil voornamelijk heel eventjes ruiken aan deze foundations. Hoe dat de houdbaarheid er voor momenteel is. Hetzelfde geldt voor deze. Ik ga toch heel even swatchen of de substantie nog steeds goed is. Ik vind ze allebei wel een beetje erg waterig. Ik kan me niet herinneren dat het zo waterig was. Dus uit hygiënisch oogpunt, ook voor een ander, ga ik deze toch weggooien. Dan heb ik hier nog 3 foundations van Clarins. Skin Illusion en de Extra Firming Foundation. Nou, de Skin Illusion heb ik zelf heel lang gebruikt. Dit was mijn eigen kleur, Toffee. Ik kan me niet herinneren dat dit zo dik was. Ook dit ziet er niet echt heel goed meer uit. Dus dat gaat weg. Kijken of dat het bij deze hetzelfde is. Dit was beige. Wat beter uit. Ja, dit ziet er beter uit. Dus deze bewaar ik wel. En dan hebben we nog beige van de Extra Firming Foundation. Dus dit is meer voor de wat rijpere huid. En ook dit ziet er beter uit. Dit is ook wel een mooie neutrale kleur. Maar deze is wat glowier zoals je ziet. Ja, deze twee zijn gewoon prima. Maar mijn eigen kleur die ik het langst heb, ja, is gewoon niet meer goed. Dus die gaat weg. Dus deze twee bewaar ik, maar ga ik een ander plekje geven. Namelijk in mijn visagiekit. En heb ik hier nog 2 minis van Estée Lauder. Dit is de Double Wear in de kleur Bronze. En dit is de Double Wear in de kleur Rattan. En hierbij wil ik natuurlijk vooral even kijken naar de substantie. En dat ziet er ook nog prima uit. Dus dat is mooi, want dit is gewoon ideaal voor in je kit. Omdat het vrij weinig plek in beslag neemt. Dan heb ik hier nog de Teint Idol Ultra Wear Concealer. Dit is 320 Bisque. En ik heb 1 foundation in mijn kit zitten. Dat is de donkerste kleur van MAC. En die zou hier dus goed bij aansluiten. En dit is eventueel ook nog wel te gebruiken om bijvoorbeeld mee te shapen. Nou, dan is hier in één keer heel veel extra ruimte. Ik heb hier nog 2 poeders. Mijn Kryolan poeder. En dit is eigenlijk een poeder die gewoon geen flashback geeft. Ja, het is gewoon ideaal om te bewaren. Alleen kan ik dat beter dus in mijn kit doen. Dus daar ga ik hem nu naartoe brengen. Sommige producten gaan bij mij ook in en uit mijn kit. Omdat ik het zelf dan de volgende keer wil proberen. Maar ja, als ik het zelf gewoon te weinig gebruik, wil ik het gewoon weer terug doen. Dit is nog een poeder van Benefit. Die heeft alleen een hoekje hier eruit. En dit soort donkere poeders heb ik niet zo heel veel. Dus dit is altijd wel gewoon praktisch. Maar hetzelfde verhaal in mijn kit. Dan heb ik hier nu natuurlijk extra veel ruimte over. Dus dat is op zich ook wel handig. Ik had hier nu een beetje troepjes gemaakt met die poeder. Dus die poeder wil ik dan even hierbij doen. Maar alsnog is dit nu wel een heel groot bakje voor zo weinig foundation. Ook foundation is iets waar ik de laatste jaren veel kritischer in ben geworden. Ik heb hier in ieder geval mijn poeder van Linda Halbert Cosmetics. Nou, die heb ik onlangs nog veel gebruikt, dus die bewaar ik ook gewoon lekker. Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finishing Powder. Dit is de mini Hydra Set Mist van Becca. Die wil ik hier doen. Dan heb ik hier nog de Under Eye Brightening Powder van Becca. Die bewaar ik ook. Hetzelfde voor de No Filter van Colourpop. Dan heb ik hier nog een primer van NYX. En op zich is dit wel gewoon een vrij algemene primer. Niet voor mijn eigen huid. Want ik ben nu, sinds dat ik weer wat anders heb gebruikt als Milk, ben ik alweer teleurgesteld. Dit voelt wel gewoon prima aan. Ruikt ook prima. Dus dit is wel gewoon een vrij makkelijke primer om in mijn kit te doen. Dan heb ik hier nog een backup van zeg maar het filtertje van de Fenty poeder. Dus die laat ik ook gewoon hier zitten. Ik heb hier nog de Wonder Glow van Charlotte. Ik heb hier nog een mini primer van Smashbox. Laat ik ook gewoon hierin zitten.
En ik heb hier ook nog een mini primer van Hourglass. Dus dit zijn allemaal primers, dus die doe ik gewoon lekker hierin. Ja, het is echt wel tijd na al die jaren om dit een keer weg te gooien. Ik heb dit nu al zo lang en ja, ik weet dat het heel leuk is en heel cute is, maar ik gebruik het nooit. Dus deze ga ik nu echt wegdoen. Nou, dan heb ik hier nog twee primertjes liggen van Benefit Minis. Dit is de Pearl Primer. Die doe ik dus ook bij die primers. En dit is de Matte Rescue. Dus die doe ik ook hierin. En dan heb ik hier nog concealers liggen. Dus dit is eigenlijk gewoon prima zo. Misschien dat hier binnenkort weer andere foundations of poeders bij komen. Maar dan kan dat dus hierbij. Dus er is in ieder geval ruimte. Dus dat is fijn. En dan heb ik hier nog heel veel concealer. Ik heb in ieder geval de Pretty Fresh Concealer van Colourpop. Ik heb zelf kleurtje nummer Light 40N. Fijne concealer, dus die bewaar ik. Ik heb hier Fairlight Neutral, die wil ik hier wel houden. En die andere kleuren zijn voor mij te licht en te donker. Die doe ik dan in mijn kit. Dan heb ik hier nog een concealer van Makeup Forever. Dit is de Invisible Cover Concealer. Dit is Yellow 3-1. Ja, Makeup Forever werkt een beetje met rare benamingen voor kleuren. Oh, dit is niet een concealer die ik zelf gebruik, dus die gaat in mijn kit. Ik heb hier nog de concealer van Pat McGrath. Die heb ik ook al een tijd niet gebruikt. Die ga ik zelf swatchen. Ja, die moet ik eigenlijk gewoon weer een keertje gebruiken. En misschien een keer een ander kleurtje kopen. Want ik heb L4 en ik vind die toch altijd wel een beetje gelig of zo. Maar ik wil hem wel bewaren. Dan heb ik hier nog de Magic Away van Charlotte. Dit is nummer 3. Deze heb ik trouwens gewoon bijna opgemaakt, zie ik. Dit is gewoon echt een hele makkelijke verpakking natuurlijk. Nee, deze kleur is best wel prima. Dus die backup in de kast, die kan ik gewoon prima gebruiken. Maar deze is wel echt gewoon, ja, bijna leeg zoals je ziet. Dit is wel een product wat ik zelf zou blijven gebruiken. Dan heb ik hier nog een color corrector voor onder de ogen van Makeup Forever. Dus die bewaar ik ook in mijn kit. Dan heb ik hier nog de zomerkleur van mijn Bare Minerals concealer. Want deze was toen echt gewoon veel te donker. Volgens mij is dit medium, maar dat staat er niet zo duidelijk op. En dan heb ik hier nog 3 concealers van L'Oreal. Nou, deze is natuurlijk gewoon niet mijn kleur, dus die gaat sowieso in mijn kit. Dit is Honey. Dan hebben we hier nog 2 kleuren waarvan eentje heel erg licht is en de ander is meer een beetje mijn kleur. Even kijken, dat zijn Vanilla en Oatmeal. Nou, volgens mij is dit allebei nog wel gewoon prima. Dit zijn trouwens wel gewoon hele fijne budget concealers. Nou, dit is op zich wel een kleur voor mij, maar ja, je ziet het, ik heb genoeg concealer, dus ik heb het niet per se nodig. En dit is de kleur, wat zei ik nou? Vanilla. Die is wat geliger. Ja, ziet er prima uit. Deze twee ga ik ook in mijn kit doen. Dus deze concealers hou ik dan over en die doe ik hierin. Maar ik ben in ieder geval blij dat er geen dingen meer in zitten die ik zelf ook gewoon niet zal gebruiken. Dus dit ga ik terug in de la doen en dan gaan we door met de oogla. Nou, deze la bevat heel veel bakjes zoals je ziet. En ja, sommige dingen ga ik ook gewoon niet allemaal uitgebreid meer uitzoeken. Want ik weet dat ik ze toch wel ga houden. Dat is namelijk het grootste gedeelte hier, de glitters. Dat is gewoon altijd handig om in huis te hebben. En ik heb het, dus waarom weggooien? Dus dit bakje doe ik gewoon gelijk weer terug. Maar ja, zoals je ziet, ik heb genoeg glitters voor looks in mijn collectie. Dit bakje was ik laatst juist kwijt. Want ik was op zoek naar mijn dipbrow van Anastasia. Ik dacht, die had ik toen niet weggegooid. En dat is inderdaad zo. Maar hij zat in ieder geval verstopt. Maar ja, deze is nu gewoon echt wel helemaal uitgedroogd. Ik gebruik dit gewoon niet meer. Dus ik ga dit nu gewoon echt wel wegdoen. Dan heb ik hier nog een fluid liner van MAC. Volgens mij is deze ook best wel uitgedroogd. Doe ik ook weg. Painter Deep Paint Pot. Ja, dat is meer iets voor in mijn kit. Hetzelfde geldt hier Soft Ochre. Dat kan ik ook gewoon beter in mijn kit doen, want dat gebruik ik hier toch niet. Nog de Sealing Gel van Illamasqua. Dat is eigenlijk voor het zetten van je oogschaduw, zeg maar, van poeder naar vloeibaar. En dan heb ik hier nog 2 pots van Chanel. Dit is Vision en dit is Abstraction. Ja, gewoon mooie cream pots, maar die kunnen dus eigenlijk beter bij de andere creams. En deze Sealing Gel doe ik bij de andere pigmenten. Dus dit bakje is nu leeg. Nou, hier zitten dus heel veel pigmenten in. Die heb ik onlangs nog uitgezocht. Het enige wat er nieuw bij is gekomen is deze van Maria Malky. Dat is pigment nummer 11. Ik ga wel het doosje hiervan even wegdoen. En dit is een gouden kleur. En deze doe ik dan gewoon terug in de kast. Ik zei net al, hier liggen creams en liquids. Deze twee van Chanel dus, wat ik net zei. Ik heb hier eentje van Dior. Dat is een beetje grijs groene kleur. Ja, is niet echt een kleur die ik veel gebruik, dus die geef ik liever weg. Dit is wel een hele mooie. Dit is een bruine bronstint. Dit is Maîtresse. En dan hebben we hier nog de Pillow Talk en dit is Walk of No Shame. Dit zijn een beetje van die glitterpots. En ik heb hier nog een liquid van Stila en nog een liquid van House Labs. En die wil ik eigenlijk ook gewoon bewaren. Dus dat bakje kan ook terug. Heb ik hier nog mijn Mono oogschaduws. Die wil ik nog eventjes doorheen. Deze heb ik onlangs gekocht van MAC. Tenminste onlangs, vorig jaar of 2 jaar geleden denk ik. Een Mona Coco is dit. En dit is ook gewoon een hele mooie, ja, een beetje mono kleurtje. Dit is ook gewoon een beetje een mooie, ja, wat is het? Beige-achtige kleur.
Ik heb hier eentje van Pat McGrath. Die heb ik nog niet zo heel erg lang. Dit is de kleur Celestial. Die heb ik eigenlijk niet zoveel gebruikt. Die ga ik eens even swatchen. Stylishly Mary. Dit is een hele mooie duochrome van MAC. Deze was limited edition. Maar deze zou ik dus echt nooit wegdoen. Nou, hier hebben we een oude vertrouwde. Classy Champagne van Makeup Studio. Ja, deze heb ik echt al zo lang. De verpakking valt helemaal uit elkaar. Deze ga ik nu echt wel wegdoen. En dan heb ik hier nog twee uit de Extra Dimension collectie van MAC. Dit is de kleur Stolen Moment. Dus een beetje een donker paarse kleur, maar wel echt super gepigmenteerd. En dit is Around Midnight. Dat is echt een hele donkere, ja, burgundy paarse kleur. Maar ook dit is gewoon een heel fijn, ja, pigment qua kwaliteit. Is niet een kleur die ik veel zou gebruiken, maar wel handig om te hebben. Juist omdat ik niet zo van dit soort kleuren ben. En hoef ik niet een heel palet te hebben, maar gewoon een monootje. Dit is ook een Extra Dimension. Deze komt uit de limited edition collecties met van die leuke druppeltjes erop. En dit is Legendary Lure. Dit is ook echt een kleur die ik nu gewoon veel te donker vind. Maar dat ik toen dus echt gewoon veel droeg. En ja, ook weer zo'n fijne formule. Dus ja, waarom wegdoen? Dit is er nog eentje van Kat Von D. Dit is de kleur Synergy. Dat is zo'n Metal Crush eyeshadow. Die heb ik toen ook echt heel veel gebruikt. En dit is nog steeds wel gewoon een heel mooi kleurtje. En dit neemt toch niet zo heel veel ruimte in beslag. En als laatste heb ik hier nog een blush liggen. Tenminste, dit is eigenlijk een blush van Chic. Maar ja, dat heb ik toen al een keer eerder laten zien volgens mij. Gebruik ik eigenlijk als oogschaduw. Ik ga hem nog eens even één keer goed swatchen om te zien hoe gepigmenteerd en smooth dat hij eigenlijk is. Want zo vind ik dat eigenlijk wel een beetje tegenvallen. Dus deze gaat weg. Nou, dit bakje is vrij vol. Dat ga ik even als laatste doen. Ik heb hier in ieder geval nog een bakje met kleine paletten. En datzelfde geldt voor hier. En hier heb ik nog drie producten van Linda die een beetje ertussen zijn beland. Allereerst dit paletje van NYX. Heb ik gekregen van Janneke ook. Net als met die lipgloss van Essence. Zoals je ziet is deze nog niet gebruikt. Dus dat moet ik zeker binnenkort nog een keertje gaan doen. Dus die blijft gewoon lekker hier. Dan heb ik hier een paletje van Morphe. Wat dus bij die lipgloss hoort van Morphe. Ja, weet je, dit is gewoon een paletje wat ik niet gebruik. En ja, ook al is het een cadeautje wat ik net al zei. Ik vind het zonde om het hier te laten liggen. Dus dan geef ik het liever aan iemand die daar gewoon lekker mee aan de slag kan. Hier nog de Nude Light van Huda Beauty. Ik denk dat ik deze nu wel echt ga wegdoen. Ik denk dat ik hem gewoon aan iemand ga weggeven. Er zit hier al wel pen in, maar de rest is nog gewoon prima. En ja, ik gebruik hem gewoon niet meer. Dan heb ik hier drie paletjes van Charlotte. De Dazzling Diamond. Dat is mijn onlangs nieuwe paletje. Hele mooie shimmery kleurtjes in. Dit is de Pillow Talk Palette of Pops. Dan heb ik hier een mini paletje van MAC. Deze komt uit de Velvet Luxe Collection. Ja, gebruik ik gewoon niet meer. Dus die kan nu wel echt weg. En dan heb ik hier vijf mini paletjes van Natasha Denona. Dit is de Mini Glam, de Mini Nude, Mini Retro, Mini Gold en dit is Mini Zendo. Dus die blijven hier gewoon lekker zitten. En dan heb ik hier nog mijn paletje van House Laboratories. Dit is For Everyday. Ik denk dat ik deze hierbij ga doen, want daar is nu ruimte voor. En dit matcht iets beter met elkaar. Dus deze ga ik bewaren en terug in mijn stash doen. En dan heb ik hier nog drie producten van Linda. Allereerst de Infinity Glass. Dat is eigenlijk een beetje een clear product voor gezicht, ogen, waar ik het voor wil gebruiken. Ik denk dat ik deze misschien beter bij mijn gezichtsproducten leg. Want dit kan je ook gewoon mooi gebruiken als een soort van glowy base of een highlighter. Ik denk dat dat misschien beter is. En dan heb ik twee keer de Interstellar. Deze vind ik eigenlijk niet zo heel fijn. Dus ik ga deze gewoon echt wel wegdoen nu. Dit is de kleur Collision. Prachtige kleur, maar ik vind de formule gewoon een beetje dikker of zo. Ik vind het niet zo heel fijn werken. Ik vind het geen highlighter persoonlijk, want daar vind ik hem echt te blauw voor. Maar voor de ogen vind ik hem dus echt wel heel erg mooi. Ik ga denk ik wel het doosje weggooien, want iedere keer dat erin en eruit halen vind ik echt waardeloos. En dan doe ik deze gewoon hierin. En dan kan deze bij mijn gezichtsproducten. Hier zit ook best wel veel in en ik heb laatst al best wel veel weggedaan. Maar ik ga het toch nog eens even doorheen. Ik heb allereerst hier de eye primer van Fenty. Ja, vind ik op zich geen slechte primer. Alleen ja, ik heb er al twee in gebruikt. Dus deze ligt hier eigenlijk ter backup. Dus misschien dat ik deze het beste gewoon weer in mijn everyday bakje kan doen. Zodat ik die weer wat vaker kan gebruiken. Deze mascara van Charlotte Tilbury ga ik nu wel echt wegdoen. Want ik heb hem niet meer aangeraakt. Omdat ik het gewoon echt geen fijne mascara vind. Het is geen waterproof mascara. Maar zo voelt het wel op mijn wimpers. Zodra ik hem er dan afhaal is het echt huilen gewoon bij wijze van spreken. Dus nee, die ga ik echt wegdoen. En hier ook de Brow Freeze van Anastasia. Ja, ik vind het niet een product wat ik graag gebruik. Maar ik vind het dus wel weer zo'n ideaal product voor in mijn visagie kit. Dus daar ga ik deze naartoe brengen. Hier zit ook nog een extra wimperkruller in. Deze is van Maria Malky Cosmetics. Ja, ik zal hem meer gewoon als backup houden. Ik vind die van mezelf van Kevin ook wel echt ietsje fijner. Maar als backup is dit nooit verkeerd. Ja, het is wel een beetje veel ruimte dat hij in beslag neemt. Maar misschien kan ik hem eventueel los in de la leggen. Ik heb hier natuurlijk de Interstellar van Linda Halber Cosmetics.
Cosmetics. Dit is de kleur Supernova. En ik vind die andere, die Collision, dus niet zo heel erg mooi. Maar deze vind ik wel heel erg mooi. Dus deze wil ik graag bewaren. Dan heb ik hier nog de eye primer van Anastasia. Nou, ik vind dit zelf niet zo'n hele fijne primer. Ik vind hem heel erg dekkend. Bijna meer richting een concealer. Maar omdat het een mini is, is het natuurlijk wel handig om dat te gebruiken. Zeker voor ooglooks die wel even wat extra oomf kunnen gebruiken, werkt dit dan wel weer heel goed. Dan heb ik hier nog een bruin oogpotlood van Linda Halber Cosmetics. Dit is Brown Core. Dus dit is een matte bruine kleur. Volgens mij is deze van mijn moeder. Ja, waarom die hier zit, weet ik eigenlijk niet. Dat matte bruin potlood is altijd wel handig. Dus die ga ik in mijn everyday bakje doen. Ik heb hier nog de eyeliner pen van Benefit. Ik ben heel even benieuwd of die inmiddels al uitgedroogd is. Nog steeds niet. Wauw. Ik ben echt best wel verbaasd. Dit is echt wel een top eyeliner. Alleen ik heb er nu al 2 in gebruik. Dus deze gebruik ik eigenlijk niet. Ja, en ik vind het zonde om hem hier te laten liggen. Dus ik ga hem dan toch liever aan iemand anders geven. Dan heb je hier ook nog de Eye Bright van Benefit. Dit was eigenlijk de voorganger van de Highbrow. Ja, in principe is het hetzelfde soort product. Ik gebruik hem dus meer in mijn waterlijn. Alleen dat doe ik niet zo heel gek vaak. Misschien wat vaker doen. Ik heb hier ook nog de mascara van Linda Halber Cosmetics. Dit is de enige waterproof mascara die ik gebruik. Ik heb hier nog een mini eyeliner van House Laboratories. En mini in de zin van hij is echt heel erg mini. Maar dat werkt wel fijn voor ja, echt een wing-wing, zeg maar. Dus die bewaar ik. Dan heb ik hier nog 2 eyeliners van Dior. Dit is de Dior Show on Stage Liner. Nou, die witte vond ik vooral heel erg mooi. Kijken of dat die het nog goed doet. Ja. Nou, de roze is meer gewoon voor de fun. Voor een beetje flamingo twist. Maar ook die doet het nog goed. Dus die bewaar ik. Hier nog een mascara van Maybelline. Dit is de Less Sensational Waterproof. Heb ik zelfs nog niet gebruikt. Ik denk dat dit het goede is om deze bij de backups te leggen. Nou, ik heb stiekem nog steeds wel echt een zwak voor ja, gekleurde eyeliners. Minder dan, zeg maar, dit is minder dan wat ik ooit heb gehad. Maar wel veel meer verschillende kleuren. Dus ik denk dat het goed is om hier even wat kritischer doorheen te gaan. Ik ben even benieuwd of dat deze van Urban Decay nog niet uitgedroogd is. Nee, die is nog niet uitgedroogd, dus die houd ik. Hier nog eentje van Makeup Store. Deze lijkt best wel een beetje op eentje van Linda. En volgens mij is deze best wel uitgedroogd inmiddels. Dus deze ga ik wel wegdoen. Dan heb ik hier de eyeliner van Queen Tarsi. Ja, ik vind het zelf niet zo'n hele fijne eyeliner. Maar dat is een persoonlijke mening. Hij is wel echt intens zwart. En het is nooit verkeerd om een backup in de la te hebben. Omdat ik die van Benefit ook al weg doe, denk dat ik deze dan wel bewaar. Deze heb ik ook iets minder lang. Ik heb hier nog een mooi blauw potloodje van Bourjois. Ik ben even benieuwd of dat deze nog goed is. Ja, niks mee aan de hand. En ik heb hier nog een witte. Nee, ik heb hier nog een soort van glitter potloodje van Tease Cosmetics. Ja, die heb ik echt al heel erg lang. Hij doet het nog wel goed, maar ja, die ga ik nu wel echt wegdoen. Ik heb hier nog deze mooie groene eyeliner van Lancôme. Deze gebruik ik ook eigenlijk echt nooit. Ik denk dat ik deze toch inmiddels maar ga wegdoen. De artliners van Lancôme heb ik wel voor een hele lange tijd gebruikt. Daar was ik echt fan van. Ik heb hier ook nog een mat bruin oogpotlood van Marc Jacobs. Dit is Earthquake. Niet zo heel flatteus of zo. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Misschien dat ik deze aan mijn moeder moet geven. Dan heb ik hier nog eentje van Inglot. Ik denk deze, ja. Deze heb ik eigenlijk gekregen destijds op school. Maar ik vind dit een heel dik stokje. Daar kan ik echt gewoon niet lekker mee werken. Nee, ik kies ervoor om deze weg te geven. Ik blijf erbij dat die potloodjes van Bourjois voor de prijs altijd echt super fijn waren. Volgens mij is Bourjois tegenwoordig weinig of niet heel veel meer nog te koop. Maar mocht je ze nog kunnen vinden, ik vind het wel fijn potloden. Dit is er eentje van Linda, dit is een zwart potlood. Nou, dat is nooit verkeerd. Ik heb hier nog een zilveren van Bourjois. Ziet er ook goed uit. Ik heb hier nog een hele lichte blauwe. Die vind ik af en toe wel eens leuk om in mijn waterlijn te doen. Deze is ook van Lancôme. Ja, vooral qua oogproducten was ik destijds wel heel erg Lancôme fan. Nou, ziet op zich nog wel mooi uit, maar ik denk niet dat ik dit nog echt heel veel ga gebruiken. Dus deze doe ik weg. Ik ben even benieuwd of die, ja, dat ik dit meer zou gebruiken. Ja, ook niet echt. Ik ben een beetje klaar met de vloeibare liners qua kleur. Dus het is wel dat ik nog steeds van kleur hou, maar niet meer in vloeibare variant. Echt meer potloodje. Ik heb hier ook nog een flash crayon. Dat is Zao van Linda Halber Cosmetics. Een beetje champagne tint. Nou, die zou nog wel eventueel mooi zijn voor in de binnenste ooghoeken. Dan heb ik nog een beetje turquoise kleur. Oh ja, zeg maar gerust groen. Ziet er ook nog heel goed uit van Bourjois. We hebben hier nog de eyeliner van Illamasqua in de kleur Havoc. Dit is echt een bordeauxrode eyeliner. Nou, inmiddels heb ik een rood oogpotlood. Een bordeauxrood oogpotloodje wat ik gebruik. Dat is Walk of No Shame van Charlotte. En ik heb eentje van Colourpop. En dan weet ik niet of ik dit nog heel veel ga gebruiken. Hij ziet er nog steeds echt fantastisch uit. Oh, lastig, lastig. Ik vind het namelijk wel een hele mooie kleur. Nee, ik ga hem toch bewaren. Nou, ik heb de Archie's Girls lipgloss van MAC weggedaan.
potloodje heb ik bewaard tot nu toe. Dus ik ben even benieuwd hoe dit eruit ziet. Ja, dit is best wel uitgedroogd. Nee, deze doe ik ook weg. Ik heb hier nog een eyelinerpen van Pat. En dit is volgens mij Skin Fetish Eyes, als ik het goed heb. Dat ziet er ook nog best wel prima uit. Dan weet ik niet welke ik dan beter vind. Oh, ik zie trouwens dat die van Queen Tarsi heel erg is gaan cracken. Oh, nou, die doe ik dan weg. Deze van Pat ziet er dan beter uit, dus die bewaar ik dan wel. Ja, dit is ook gewoon echt een hele fijne eyeliner. Die bewaar ik sowieso. En dan heb ik hier nog een groen potlood van Bourjois. Ja, ziet er ook nog goed uit. Die potloden gaan echt zo lang mee. Dat is echt bizar. En ik heb hier nog twee potloodjes van Linda. Dit is de kleur Ori. Dat is een goud potlood. Ja, het is niet dat ik het per se zou gebruiken, maar het is wel een bijzondere kleur. En deze potloden kan je ook heel erg goed als basis gebruiken. Dus ik denk dat ik hem toch wel bewaar. En dan heb ik hier nog de Lightcore Crayon. En dit is dus echt zo'n potloodje voor in je waterlijn. Echt super licht beige kleurtje. Ja, ook ideaal. Dus die bewaar ik ook. Dus dit zijn dan in ieder geval alle kleurtjes die nu zo'n beetje in mijn stash zitten. En er zit nu alleen nog maar in, ja, wat ik ook echt gebruik. Nou, dan is dit het eigenlijk voor de make-up. Het enige wat ik nog heb is dat ik nog mijn kwastenbak wil uitzoeken. En nu zou je wel denken, je hebt je kwasten toch op je bureau staan. Klopt, dit is eigenlijk een soort van backup bakje. Maar ik merk dat ik hier gewoon heel weinig naar pak. Dus wat ik eigenlijk wil doen is dat ik hier gewoon heel kritisch doorheen ga. En alles wat ik niet gebruik, geef ik dan liever aan vriendinnen. Zeker omdat kwasten natuurlijk dingen zijn die je altijd wel nodig hebt. En ik krijg ook heel vaak de vraag van, joh, heb je ook kwasten die ik eventueel van je kan overnemen? Uiteraard nadat ze schoongemaakt zijn. Dus misschien dat ik op deze manier weer andere mensen hier blij mee kan maken. Want hier kom ik vrij weinig. Nou, ik heb hier in ieder geval een aantal foundation kwasten. En best wel veel. Ik zie er hier in ieder geval eentje van Zoeva. Dat is de Buffer Brush. Die vind ik nog steeds wel heel erg fijn. Dus die ga ik sowieso bewaren. Dan heb ik hier die van Morphe en Jaclyn Hill. Die heb ik ook echt super veel gebruikt. Ja, vind ik nog steeds een hele fijne brush. Dus vind ik zonde om weg te doen. En sowieso zijn deze alle vier van Sigma. Vind ik geen slechte kwasten. Alleen, ja, ik weet niet. Ik pak ze gewoon nooit meer. Deze is eigenlijk helemaal groen uitgeslagen. Heb ik ooit een keer schmink mee aangebracht. Misschien dat ik deze maar gewoon moet wegdoen. Want ik weet niet of iemand hier nog blij van wordt. En ik zit even te denken. Ik wil er sowieso wel eentje bewaren van die van Sigma. Want ze waren echt best wel prijzig. Deze vind ik niet zo heel fijn meer voelen. Deze vind ik iets te hard. Ik denk dat ik dan voor de Angled Kabuki ga. Dus dan is het, ja, echt wel een vrij dekkende kwast. Ik vind deze van de vier er nog het beste uitzien. Dus die wil ik dan bewaren. Heb ik hier ook nog eentje. En hier eigenlijk hetzelfde verhaal. Dit is gewoon niet helemaal meer de shape van een foundation kwast die ik fijn vind. En hij lijkt dus wel heel erg op die van Sigma. Maar zoals je ziet is die een stuk compacter. En ik hou echt wel iets meer van die fluffier brushes. Dus deze doe ik ook weg. Hier nog twee van Real Techniques. Nou, hier heb ik dus plakband overheen gedaan. Ja, ik vind ze gewoon niet zo erg fijn. Ik heb deze volgens mij ook een keer gebruikt voor face paint. Dus die gaat ook weg. En deze zo te zien ook. Ze zijn allebei best wel donker uitgeslagen. Dus nee, dit ziet er niet echt heel lekker meer uit om eventueel iemand anders te geven. Dus die doe ik ook weg. Hier nog eentje van NYX. Dat vond ik destijds een hele fijne brush om mee te contouren. Maar ja, daar heb ik nu weer andere brushes voor. Ik ben nu meer into de stippling brushes. Dus dan wil ik deze liever aan iemand anders geven. En datzelfde geldt eigenlijk voor deze. Die heb ik gekocht destijds om mee te contouren. Maar ja, gebruik ik eigenlijk nooit. Dus deze doe ik ook weg. Weet je, als dit hier allemaal hier blijft liggen, vind ik ook zo zonde. Dan heb ik hier nog twee brushes van Benefit. Deze komt volgens mij uit de Dandelion Twinkle Highlighter. En deze uit de gigantische Hoola. Ja, ik vind allebei wel gewoon fijne brushes. Eventueel wat handig om mee te nemen. Dus die bewaar ik. Dan heb ik hier nog eentje van Colourpop. En deze werd eigenlijk geadviseerd om te gebruiken met de Sol Body Bronzing Cream. Maar ja, gebruik ik eigenlijk niet. Vind het verder wel gewoon een fijne brush. Dus die wil ik wel gewoon bewaren. En dan hebben we hier allemaal nog oogschaduwkwasten. Dit is er eentje van Elf. Nou, hetzelfde verhaal. Voelt best hard. Deze ook. Dit is er eentje van Urban Decay. Wauw, deze komt nog van de Naked Palette vanaf. Staat er niet eens meer op, maar ik herken de shape. Beetje blauw uitgeslagen. Dus ja, niet echt heel erg lekker meer om eventueel iemand anders te geven. Dit is die van Naked 2. Nou, dit voelt echt nog wel prima. Dus die kan ik wel eventueel weggeven. Ja, dit is eigenlijk een brow brush van Real Techniques. Maar ik vond hem altijd best wel, ja, best wel dik, zeg maar. Maar ja, voor iemand met wat vollere wenkbrauwen weer prima. En hier zit dus een plakbandje omheen. Deze komt van de Naked Smoky van Urban Decay. Ja, voelt ook prima, maar ik heb er gewoon niet zoveel meer aan. Dit is een lip brush, zelfde verhaal, heb ik er ook genoeg van. Ja, dit was mijn allereerste kwastenset van Zoeva. En ja, dit ziet er gewoon echt niet meer uit. Dit kan ik gewoon niet meer weggeven, dus dat ga ik ook niet doen. Deze brush van Boozy Shop. Ja, ik vind het hele bijzondere haren. Ik vond het in ieder geval geen fijne kwast. Maar misschien dat ik iemand anders blij mee kan maken. Hetzelfde verhaal voor deze. Dit is eigenlijk een eyeliner brush. Ik gebruik hem voor mijn lippen. Maar ik heb er nu voldoende om voor mijn lippen te gebruiken.
Ik heb hier nog een oude spoolie. Ja, dit ziet er niet zo fris meer uit, dus die doe ik ook weg. Dit is er nog eentje uit die set van AliExpress. Voor mij heb ik deze gebruikt voor highlighter, zo te zien. Ziet er nog best wel prima uit. Alleen ja, ik heb echt voldoende brushes voor highlighter. Dus deze doe ik ook weg. En ja, ook al vond ik dit best wel fijne kwasten voor de ogen, ik ga deze toch wegdoen van Zweven, want ik vind ze er gewoon niet lekker meer uitzien. Dan heb ik hier nog eentje van Real Techniques. Wat was dit ook weer voor brush? Dit is de Detailer brush. Ja, die kan ook wel weg. Dit is die van de Naked 3 van Urban Decay. Dit is een eyeliner brush van Zoeva. Brow brush van Zoeva. En dit is van Maybelline. Volgens mij was deze destijds van een gel eyeliner. En dan zou ik deze eventueel wel willen bewaren. Dit is zeg maar een fijne kwast om een cut crease mee te maken. Deze is ook van Sigma, dus was ook best wel prijzig. Dus die wil ik wel bewaren. En dit is wat ik allemaal ga wegdoen. Dus dat is best wel aardig uitgezocht. Nou, en dit is dan het uiteindelijke resultaat van een hele middag make-up stash opruimen. Er zit echt onwijs veel in. Wimpers, oogschaduw, eyeliners, facepaletjes. Nou, ik heb hier natuurlijk nog de brushes die er eigenlijk niet eens meer bij passen. Wat ik in ieder geval ga doen is een groot gedeelte, vooral de palettes, omdat daar de meeste waarde is dit proberen te verkopen. En de rest van de producten wil ik graag aan vriendinnen en familie en kennissen geven. Dus ik hoop dat ik die daar weer blij mee kan maken. Nou, dat was best wel weer even een lange video, vermoed ik. Vaak zijn de opgeruimd video's toch wel de allerlangste video's op Sharkademy. Maar laat het nou ook een van de betere bekeken video's zijn. Dus dat vind ik gewoon super leuk. Ik vind het namelijk heerlijk om dit soort video's te maken. En ja, ik lees dat jullie het ook heerlijk vinden om deze video's te kijken. Ik heb natuurlijk in al die jaren best wel een flinke stash opgebouwd. Ik heb natuurlijk ook onlangs mijn allereerste stash video ernaast gelegd. En ja, was toch wel een groot verschil. Ik ben vooral echt meer richting de high-end site gegaan. De exclusieve merken. De bijzondere producten. En ja, dat is gewoon echt wel mijn ding. En daarom wil ik het voor nu ook gewoon zo voortzetten. Dat alleen de bijzondere, de mooie en de gave items in mijn make-up collectie komen. En alles wat een beetje moi is na het testen, ga ik toch gewoon lekker weggeven, verkopen, noem het maar op. Dus ik denk dat we dat gewoon lekker moeten vasthouden zo. Hopelijk heb jij in ieder geval genoten van deze opgeruimd video. En heb ik jou weer kunnen inspireren om ook te gaan opruimen. En misschien je stash een beetje in te krimpen. Want ja, de mooiste producten komen best tot z'n recht met een kleine stash. Dat is natuurlijk gewoon een feit. Vond je nou weer een heerlijke opgeruimd video? Doe natuurlijk zeker even je duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat kan door op de rode abonneerknop te rammen hieronder de video. En zo word je lid van de Sharkademy familie. Dat zou ik natuurlijk super leuk vinden als jij je er ook bij aansluit. Wil ik jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag woensdag weer met de video van de Pat McGrath Divine Blush Collection. Dus als je dat niet wil missen, zie ik je graag woensdag. Tot dan! Doei!